Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Spinoza te Paard, aflevering nummer 35. En ook de laatste van dit seizoen. En ja, wat is er lekkerder dan, wanneer we straks weer zomervakantie hebben. Even op het gemak even zitten. Even eens tijd voor een goed boek. Wereld in woorden. Oh, zal ik even een stukje voorlezen voor je? Is misschien wel leuk. Ja. Op 1 april 1811 kocht bibliofiel Charles van Huntem op de Brusselse veiling een middeleeuws handschrift voor de som van 5,5 frank. De lage prijs deed het terdege toe, want van Huntem mocht dan niet onbemiddellijk zijn. Maar zijn passie liep in de papieren. Bij zijn dood zou blijken hoezeer hij voor de boeken had geleefd. Hij liet meer dan 76.000 banden na. Getuige zijn eigen aantekeningen, doorgaans nog hem gelezen ook. De vrijgezel ze voortdurend 50 jaar verzameld, samen met zijn trouwe bediener, Joseph Delforge, die hij speciaal voor de boekenjacht had opgeleid als apporteur. De bibliotheek in zijn Brusselse huis aan de Rue Royale was fameus, want bij de septemberrevolutie van 1813 stormden patriotten deze woning binnen om achter een opgeworpen muur van boeken dekking te zoeken voor Hollands geweervuur. De boekerij kwam als ravage uit de strijd en van Huntem trok zich terug uit het openbare leven. In Gent bewoonde hij op het einde van zijn leven een huis met 15 kamers, waarin de boeken manshoog lagen opgetast. Ook op ijskoude dagen mocht Delforge nooit de haard aansteken vanwege brandgevaar. En als van Huntem het zelfs in bed niet meer warm kon krijgen, liet hij zijn bediende folianten op zijn voeten leggen. Nou, als van Huntem dan sterft, laat hij dus enorm veel boeken na. Die worden dus opgekocht door de Belgische bibliotheken. Het heeft verschrikkelijk veel geld gekost. Maar één zo'n man en zijn liefde voor de boeken, 2 eeuwen geleden, heeft ervoor gezorgd dat er heel veel oude boeken uit de middeleeuwen bewaard zijn gebleven, of op zijn minst beschreven. Wat weer geleid heeft tot dit boek, wat 3 maanden geleden uitkwam, Wereld in Woorden. En het is heerlijk om zo'n boek even te lezen. Zeker als het dan lekker zonnig wordt. Dan ga je terug naar die donkere middeleeuwen. Met allerlei personages die dan tot leven komen in een tijd ver van hier, in ons eigen land. En dan zie je ook dat het eigenlijk anders is dan we eerst dachten. Hè? De middeleeuwen, pest, ellende, kerken en zo. Maar daar komen toch ook heel veel vrolijke personages in voort. En ook allerlei leuke stijlfiguren die we vandaag de dag ook zien. Neem nou bijvoorbeeld de erereden. En dan vertel je eerst met een hele lofzang over iemand waarbij je nog niet zegt over wie het gaat. En dat de spanning stijgt en dat je denkt van, ja, dat is die, als de naam aan het einde komt. Want vanavond hebben wij iemand die echt helemaal teruggaat naar ook het begin van de Spinoza-premie. De prestigieuze wetenschappelijke prijs die ieder jaar wordt uitgereikt aan 4 wetenschappers. 1995 waren de eerste, de allereerste Spinoza-laureaten. En 1 daarvan was hij. Het jaar daarna kreeg hij ook nog de ACO Literatuurprijs. Dat was een prachtige werk, Merlands Wereld, waar we het straks misschien ook nog even over hebben. Hij was jarenlang de president van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen en als voorzitter van de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Kanon presenteerde hij in oktober 2006 de Kanon van de Nederlandse Literatuur. Nu is hij universiteitshoogleraar van de Universiteit Utrecht. Dames en heren, hartelijk applaus voor Frits van Oostrom. Frits, welkom. Ook hartelijk dank, je hebt hem weer aan het lezen gebracht. Vind ik altijd moeilijk om mijn aandacht erbij te houden, maar ja. Dit boek heb ik echt van genoten. Ja, mooi. En ja, en de erereden, ik doe normaal altijd zo'n riedeltje aan het begin van dit programma, inderdaad zo. En aan het einde dan de naam, dat blijkt in de middeleeuwen al te bestaan. Ja. Dus dat was nog heel leerzaam ook. En een ander iets wat ik heb geleerd is het beeld wat de leek heeft bij de middeleeuwen is toch, als het gaat over literatuur, hè, dat was de kerk of de aristocratie. Maar wat schetst onze verbazing, die van Huntem, die laat ook heel veel mensen zien die, ja, wat we vandaag de dag eigenlijk wetenschappers zouden kunnen noemen.
een eerste poging daartoe, een tekst te schrijven daarover. Zullen we een paar van die personen even doornemen? Want ik ben wel heel erg benieuwd wat jij vindt van die mensen. Nou, bijvoorbeeld Ieperman, dat was een chirurg. En die ging dus al zijn praktijkervaring opschrijven voor zijn zoon. Wat was dat voor iemand? Nou, we moeten even de achtergrond schetsen. Er is natuurlijk heel veel middeleeuwse wetenschap. Hè? Ik zeg het er maar even bij. Want soms denken mensen inderdaad van, nou ja, de middeleeuwen die heten niet voor niks zo. Het ging er vooral om snel naar de renaissance te komen. Mm. En daar waren ze ook nog niet erg snel in. Dus kortom, daar was niet veel. Behalve de kerk, waar jij duidelijk niet zo'n fan van bent. En de aristocratie en de stad. Maar goed, er is heel veel middeleeuwse wetenschap, ook al ruim voor de 14e eeuw. Maar die is natuurlijk in het Latijn. Hè? Mm. En dat is, laten we dat ook even niet vergeten, dat Latijn is natuurlijk nog heel lang, tot zelfs na de middeleeuwen, de voertaal van de wetenschap geweest. En die taal die was daar ook helemaal op ingericht. En er was ook helemaal niemand die daar op zichzelf een probleem mee had. Dat was gewoon de vaktaal die daarbij hoorde, overigens, even terzijde. Zo langzamerhand, vandaag de dag, is het Engels aardig op weg om het nieuwe Latijn te worden, de voertaal van de wetenschap. En in dat opzicht is schrijven over wetenschap en over kennis in het Nederlands, of in het Duits of in het Frans, maar we richten het nou op het Nederlands, is sowieso eigenlijk al een hele bijzondere activiteit. Waarom zou je dat doen? En dat behoeft dus een bijzondere verklaring. En dat is wat je in die 14e eeuw, en dat is een van de vele vernieuwingen van die periode, inderdaad ziet doorbreken. Dat men niet langer berust in die klassieke tweedeling van er is een volkstaal, die spreken we op straat en nou ja, die is voor huistuin en te keukengebruik, zeg maar. En er is een geleerde taal, dat is Latijn voor de intellectuelen. Maar dat men ook die volkstaal gaat gebruiken voor intellectuele of geleerde inhoud. Nou, ja. En dan komen we op zo'n figuur als Ieperman. Dat is een heelmeester, een arts. Die is duidelijk zelf intellectueel of medisch-wetenschappelijk heel behoorlijk onderlegd. Dat kunnen we zien aan de bronnen die hij gebruikt, waar heel veel Latijn in zit. Dus hij kende zelf ongetwijfeld uitstekend Latijn. Maar hij voelde zich geroepen om het in de volkstaal uit te gaan leggen. Inderdaad, aan zijn zoon. In eerste instantie. En waarschijnlijk ook breder, want er zijn meerdere handschriften van bewaard. Dus dat hoeft echt niet alleen maar voor die ene particuliere relatie te zijn. En daaruit spreekt dus een behoefte om allerlei kennisinhouden juist beschikbaar te gaan stellen aan mensen die er niet voor gestudeerd hadden, misschien ook niet per se in werkzaam waren, maar er toch wat van wilden weten. En dan zie je dat die middeleeuwse chirurgie, en dat moet ik ook nog wel even bijzeggen, want die tekeningetjes, die ogen natuurlijk buitengewoon onbeholpen voor onze begrippen. En laten we maar blij zijn dat we niet meer op die manier geholpen worden in het, dat hebben we hier, het Bronnenhof of het Westeinde. Maar waarschijnlijk zijn die tekeningetjes in zichzelf ook wel tamelijk primitief. Want als je zijn beschrijvingen van zijn instrumentarium in woorden leest bij Ieperman, dan is dat toch heel erg gedetailleerd. En dan spreekt daar eigenlijk een heel groot vakmanschap uit. Van dat je moet opereren met een driekantige naald, waar precies de draad in de groef gelegd kan worden. Dat je moet proberen hele kleine littekens te maken. Er is dus duidelijk ook al een soort cosmetisch idee. De chirurg is ook voor cosmetisch. En verder staat die kennis op heel veel punten op een heel hoog pijl. Hij weet wel 7 manieren om een pijl uit de hersenen te verwijderen. Ja. Wat natuurlijk ook in de middeleeuwen buitengewoon van pas kwam. Dus je moet het niveau van die kennis, zonder het nou te willen overdrijven, maar je moet dat toch niet onderschatten. En ook de discussies erover, nog één ding daarover. Een teerpunt in de middeleeuwse geneeskunde althans, en misschien vandaag de dag niet is, maar wanneer moet de patiënt betalen? En daar was wel een wetenschappelijke opvatting over in het Latijn, aan de medische faculteiten van bijvoorbeeld de Sorbonne. Dat heette dan in het Latijn dum dolet accipe. Zolang hij nog pijn heeft, moet je vangen. Begrijpelijk natuurlijk, want dan zal iemand geneigd zijn om goed over de brug te komen. Ja. En dat vindt nou die Ieperman bijvoorbeeld niet. Dat vindt hij niet kunnen. Heeft hij toch moreel hoogstaande opvatting. Je moet eerst als arts het uiterste doen wat je kunt om de patiënt te helpen. En dan daarna wordt er betaald. Dus, nou, kortom, dat is een soort discussie en een soort stof zelfs die je daarvoor eigenlijk niet in het Nederlands. Ja. En ook niet in andere talen, want die Vlaamse chirurgieën, dit speelt zich in Ieper af, eigenlijk nog niet aantreft. Ja.
Mensen gingen veel meer de werkelijkheid om zich heen beschrijven. Heb je nog meer voorbeelden van kennisgebieden zoals we die vandaag de dag kennen, die toen ineens ook in het Nederlands beschreven werden? Je ziet geschriften over het recht komen op. Hè? Ook dat is, kijk, dat is heel vaak zo bij de middeleeuwen, dat we dingen tegenkomen die voor ons natuurlijk inmiddels volkomen normaal zijn geworden. Maar dan zit je toch bij de middeleeuwen heel vaak in de situatie dat het daarvoor het eerst is dat het gebeurt. En dat vinden we dan toch altijd extra interessant. Hè? Huizinga. Ik kan hem niet genoeg noemen. Hmm. Die heeft ooit gezegd, dat is een prachtige zin, dat is het woord vooraf van Herfsttijd en Middeleeuwen. Het is meestal de oorsprong van het nieuwe wat de geest in het verleden zoekt. He? Waarom kijkt iemand überhaupt naar het verleden? Heel vaak om te kijken waar iets zich voor het eerst voordoet. Dat vinden we extra spannend. Nou, dan zit je bij de middeleeuwen heel goed, want heel vaak zijn daar dingen voor het eerst. Voor het eerst een universiteit, voor het eerst echte steden. Ja, natuurlijk, het Romeinse Rijk had ze ook gehad, maar dat was allemaal weer ten onder gegaan. Dus je ziet heel veel dingen voor het eerst gebeuren. Nou, krijg je de eerste geschriften over recht, maar bijvoorbeeld ook over alchemie, over astronomie. En natuurlijk hebben die nog niet het niveau van de, zeg maar, de frontlijnwetenschap, het NWO van destijds. Ja. Dat was allemaal nog Latijn. Maar die volkstaal die begint toch zijn rechten en zijn podium op te eisen. En aan het einde van de middeleeuwen is ze nog steeds niet voorwaardig, want het Latijn is nog altijd de taal van de universiteit. Is tot in de 19e eeuw gebleven. Maar er staat inmiddels een bibliotheek aan kennis. Ja. Wat mij zelf wel heel erg aansprak, was ook de zogenaamde artes. Gewoon bijna praktische instructies van hoe men dat moet doen. Die waren toen ook nieuw, toch? Ja, dus literatuur is natuurlijk, en zeker in de middeleeuwen, een heel, heel geschakeerd fenomeen. Of eigenlijk moet je zeggen dat wat wij literatuur noemen, dat is een enorme variëteit aan teksten. Zoals vandaag de dag ook natuurlijk. Als je nog een goede boekhandel binnenstapt, dan heb je, en we hebben dat nu allemaal heel erg in rubrieken ingedeeld, heb je natuurlijk de echte literatuur, de romans en de poëzie. En er is heel veel reisgidsen, de puzzelboeken, sport, levensbeschrijvingen, wat je niet allemaal hebt. Engelstalige boeken. Nou, we hebben in mijn vak, de medievistiek, de traditie om eigenlijk al die geschriften tot de letterkunde te rekenen. En dat is niet omdat wij ze dan esthetisch allemaal enorm gaan zitten opkrikken om te zeggen, wat is het prachtig geschreven. Maar omdat wij zoveel mogelijk van die tijd willen weten. En het wat dat betreft zou je jezelf echt tekort doen als je zou zeggen, nou, ik kijk alleen maar naar die verhalen over koning Arthur en zijn tafelronde. Ja. Die ik overigens prachtig vind, daar gaat het nou niet om. Ja. Maar dat is een bepaald genre. Maar dan heb je ook heel veel van die praktische teksten. Ja. En die zijn dan toch ook wel weer ontzettend kleurrijk en interessant. Ja, maar die werden in het begin ook een beetje genegeerd. Hè? Het was pas eind jaren 60. Omdat het niet esthetisch was. Die Brusselse professor Ria Janssen Sieber, ja. Dat die is leuk. Ja. Heeft echt een enorm compendium van. Nee, dus kijk, want mijn gemaakt. Vak, ik kom natuurlijk vanuit de neerlandistiek. En dat is een vak, ja, uiteraard is daar de echte literatuur, die speelt daar een grote rol. Dus heel veel Nederlanders, die houden zielsveel van, Leopold, Nijhoff, noem ze allemaal maar op. Dan is de neiging natuurlijk vrij groot om vanuit dat perspectief naar het historische materiaal te kijken. En dan ga je inderdaad naar de Arthur-verhalen kijken en naar het Egidiuslied. Misschien komen we er nog op, misschien ook niet. Maar goed, de echte literatuur. En dan is iemand die zegt, we moeten dat breder trekken. We moeten wel degelijk ook die andere teksten in de beschouwing betrekken. Ja, die roeit een beetje tegen de stroom op. Ja, maar ze heeft wel gelijk gekregen. Goed, ja, ik begin nu een beetje bij de uitzonderingen. Maar heel veel geschriften die nu nog bewaard zijn, zijn natuurlijk religieus. Ja. En de meest beroemde is natuurlijk het Beatrijsgeschrift. Waarbij het is eigenlijk een heel groot compendium van moraal in versvorm geschreven. Maar de kern, de Beatrijs, dat verhaal, dat kennen we allemaal. En, ja, als nou, u, misschien moeten we even. Ja? Huh? Ja, kennen we het allemaal? Ja? Ik zou zeggen, anders is bij de Koninklijke Bibliotheek kijken. Daar ja. kunt u hem niet zien, maar daar ligt hij. Ja. En waar ik een beetje naar op zoek ben, is kijk, voor iemand die dat niet kent, die middeleeuwen, hè, dan krijg je ineens een heel ander Nederlands te lezen. Ja. Pas aan het einde van het boek kreeg ik er een beetje grip op, maar dan lees je het. En ik zou het zo graag een keertje willen horen. Ja. Kun je een stukje voorlezen uit de Beatrijs? Vanavond zullen we afsluiten met een stuk onvervalst middel-Nederlands. En kijk. Volgens mij zal iedereen dan merken, verrek, dat lijkt eigenlijk nog wel helemaal onze taal. Dat is ook mijn stelling. Het is veel moeilijker dan je misschien in het begin denkt. Alleen je moet even een paar foefjes leren. En het helpt natuurlijk ook als het wordt voorgelezen door iemand die het snapt. Dat durf ik dan ook nog wel weer te zeggen. Nou, nog even over Beatrijs. Toch even het verhaal. En dat is toch, en daar hoef je helemaal niet diep religieus voor te zijn zoals jij. Maar flauw, ik zal erover ophouden. Het gaat over seks, maar dus ik ben het ook niet.
Het gaat over een non, kosteres in het klooster, die geen weerstand kan bieden aan de liefde voor een man. En om die reden het klooster verlaat. Met die man, en dat is natuurlijk een enorme doodzonde die ze daarmee pleegt. Ze gaat in het geheim weer het klooster uit. Ze gaat met die man in de wereld leven. In de hoop natuurlijk dat hun liefde, die heel oprecht is wel, dat zal gedijen. Maar het gaat mis. Het gaat mis tussen die twee. Zij, Beatrice, raakte aan de bedelstaf en helemaal verloren. Ze hebben inmiddels ook 2 kinderen gekregen. En uiteindelijk in haar opperste verdriet en wanhoop weet ze niet anders te doen dan terug te keren naar haar oorspronkelijke klooster. Alwaar, o wonder, al die jaren niemand haar afwezigheid ooit heeft opgemerkt. Want Maria, vol van genade, bij de katholieken, Maria, vol van genade, heeft al die tijd in de gedaante van Beatrice dienst gedaan als kosteres in het klooster. Nou, mooi verhaal. Hoef je helemaal niet diep religieus voor te zijn om de kracht van dat verhaal te voelen. Nee. En nu even, ja, kijk, daar staat hij in het. Er is maar 1 handschrift van, maar ja, met dat ene handschrift treffen we het wel enorm. Want dat is heel erg mooi. En het illustreert ook mijn stelling dat ook het lezen van middeleeuws schrift helemaal niet zo moeilijk is als mensen denken. Mensen hebben vaak, spreken ze heel bewonderend naar mij, en dat vind ik altijd erg prettig. Maar dan zeggen ze van dat u dat allemaal kunt lezen. Ja. Nou, dat valt dus reuze mee. Kijk maar, als we dit even met z'n allen volgen. Dus we beginnen uiteraard linksboven. Dit is het begin van de Beatrice. Regels die trouwens menigeen nog wel kent, omdat ze ook op school nog wel eens worden gestampt. Nou, die eerste letter, dat is even lastig, maar dat is een V, die versierde letter. Maar dan krijg je van, dichten, ja, komt, C-O-M-T, mi. Gaan we de volgende regel. Kleine, C-L-E-I-N-E, baten, B-A-T-E. Van dichten komt mi, kleine baten. Dat is vers 1 van de Beatrice. Die lieden raden mi dat ik het late. En de minen, streepje op de i, hè? Minen, zin, niet en vertaren. Maar om die dooget van haren, dat maar, dat moet je even weten, dat is een M met een afkortingsteken. Ja, dat is dan zo'n klein foefje. Maar om die dooget met GH van haren, die moeder en de EN met een streepje erboven, is ook weer een afkorting. Maget met GH, S bleven, heb ik met dubbel B, I, C, een schone, schone moet je eigenlijk zeggen, S-C-O-N-E, miracle, C-L-E, opheven, met weer zo'n afkortingsteken. Nou ja, goed, zo kan ik nog even doorgaan. Ja. Nou, ik denk niet dat iedereen het meteen als de krant leest, maar als we de hele avond zo gaan zitten oefenen, dan kan straks iedereen het, wat okay, ook weer niet de bedoeling is. Maar zo'n tekst als dit, hè, hoe werd dat toen de tijd gebruikt? Want het was onderdeel van een vrij omvangrijk handschrift, boek, hè, dus ja, naast dit verhaal, ja, veel andere dingen. Hoe werd dat in de praktijk gebruikt? Ja, dat is dan zo'n, wat dat betreft wel, dit is een heel luxueus handschrift geweest, ook in de eigen tijd ongetwijfeld. Het is kostbaar uitgevoerd, dat kan je zelfs als leek wel meteen zien. Dit is niet even krabbelwerk, dit is echt heel hoogstaand vakwerk geweest. Waarschijnlijk is het boek ook om die reden altijd bewaard gebleven, omdat mensen altijd hebben gedacht, nou, dit is toch wel een mooi boek, dat gooi je niet weg. Hè? Dat is niet zomaar een los dingetje. Hmm. Dus dat is altijd wel met een zekere eerbied omringd geweest. Het was 1 handschrift, of het is 1 handschrift, waarin teksten van inderdaad verschillende aard zitten. En dat zie je veel vaker in middeleeuwse handschriften. Ja, het is ook voor ons bijna te gek dat je, om het je voor te stellen, maar heel veel mensen, nou verreweg de meeste mensen hadden überhaupt geen boek in huis. Maar degene die dat dan wel hadden, hadden misschien heel vaak slechts 1 boek in huis. En dat ene boek, dat bood dan eigenlijk in 1 band van alles. Dat bood gebeden, dat bood religieuze instructie, dat bood boeiende verhalen, dat bood, de beschrijving zit hier geloof ik in van een pelgrimsreis, een stukje van Jan van Ruusbroek. Het helpt een beetje over naar religieuze zaken, maar er zit ook een hele gezondheidsleer in. Dus kortom, een soort ja, omnibus of compendium. 1 boek kon bij wijze van spreken een hele huisbibliotheek, om niet te zeggen zelfs huisapotheek zijn. En daar zit dan ook die Beatrice tussen, ja, als een mooi verhaal. Oké. Okay. We begonnen een beetje over de vernieuwingen in genres. Er kwamen nieuwe genres bij, maar ook het religieuze genre zelf
veranderde in die tijd heel erg, toch? Ja, dus die vernieuwing, hè, dat is dus voor een deel bijvoorbeeld is die teksten over kennis en wetenschap. Maar je ziet ook een grote vernieuwing in het religieuze domein, wat natuurlijk in de middeleeuwen altijd een heel belangrijk gebied is. En zeker als het gaat om schrijven. Dat is natuurlijk echt het boekenmilieu. En dan zie je ook in die 14e eeuw weer voor het eerst een complete Nederlandse vertaling van de Bijbel komen. En ook dat is weer zoiets waarvan je in eerste instantie denkt, ja, natuurlijk waren de vertalingen van de Bijbel, we worden er nu ook door omringd. Maar dat was wel degelijk de eerste keer dat de hele Bijbel vertaald werd in het Nederlands. En sterker nog, deze vertaling is zelfs Europees gezien vroeg. Er is rond die tijd nog niet eens een complete Duitse of een complete Franse vertaling. En de complete Engelse komt net in dezelfde tijd. Die is door een hele groep gedaan. En die Nederlandse vertaling is door één figuur gedaan. Ja, dit is een laat handschrift ervan, relatief laat, wat illustreert wat een enorm succes, tussen aanhalingstekens, deze vertaling was. Want dit is ook weer, dat zie je meteen, een prachtig handschrift geweest. Zo is niet begonnen. Het is begonnen in een hele sobere vorm. Ik geloof dat we daar ook een plaatje van hadden meegenomen. Is die er nog? Ja, precies, deze. Dit is een meer 14e eeuws handschrift. Dan is het allemaal nog heel sober. Je ziet overigens wel meteen, ook dit is weer vakwerk. Want ik weet niet of iemand wel eens geprobeerd heeft om met een ganzenveer te schrijven. Nou, dat is verdraaid moeilijk, hoor. Ja. Om dat zo regelmatig op perkament te krijgen. Maar goed, dit was één man die in zijn eentje de hele Bijbel heeft vertaald. Een gigantisch project. Anoniem, en hij wilde ook anoniem blijven, maar via heel veel onderzoek, niet van mij, maar ik maak daar dankbaar gebruik van, zijn we er wel achter gekomen wat dat voor iemand geweest is. Een monnik, nou dat past, dat zou je haast bijna verwachten, maar heel bijzonder ook nog een Kartuizermonnik. Dus dan zit je in de Kartuizerorde, dat is nog steeds een van de strengste kloosterorden die de katholieke kerk kent, en dat is een zwijgende orde, waar dus de hele dag niet gesproken werd. Helemaal niks. Alleen op zondagmiddag 2 uur, mits over heilige zaken uiteraard. Ja. En verder, die Kartuizers, die soms tientallen jaren in die kloosters leefden, zwegen de hele dag. Dus overigens een fantastische film over de Kartuizerleven nog steeds. Die Große Stille, of Into Great Silence, waar je wordt meegenomen en het heeft bijna iets beklemmend. Je hoort dus helemaal niks. Okay. Je ziet die mensen leven, koken voor zichzelf, bezig zijn. Nou ja, deze man heeft dus ook zijn hele leven lang gezwegen, maar wel geschreven. Ja. En dus helemaal op schrift zich geuit. Dus, deze mensen dan waarschijnlijk nog meer dan anderen liefde voor het boek. Liefde voor het boek en in dit geval natuurlijk ook deze zeer gewijde tekst. Ja. Wat overigens helemaal niet vanzelf sprak en hem ook helemaal niet in dank werd afgenomen. Er was veel scepsis in de middeleeuwse kerk over bijbelvertalingen. Mocht je dat eigenlijk wel doen, hè? De Vulgaat, de Latijnse bijbel, dat was de heilige tekst. En als je gaat vertalen ga je ook verraden, daar zijn heel veel sceptici over. Dus deze man, en hij zegt daar ook af en toe iets over, hij heeft prologen bij zijn vertalingen geschreven. Die heeft echt wel tegen de verdrukking in geschreven soms. Maar ik neem dan ook veel waardering, want als ik ook iets merk in je boek, is dat niet alleen er meer geproduceerd werd, maar er werd ook veel meer gelezen. Dus ook, want mensen ineens toegang hebben gekregen. Vraag en aanbod staan natuurlijk vaak in wisselwerking en dat is hier ook zo. Ongetwijfeld bij deze man is er een hele grote sterke drang geweest om dit te maken. Maar, en hij zegt dat ook, hij doet het eigenlijk vooral omdat er lezers zijn die het willen hebben. Ja. Die Latijn niet snappen en die willen gewoon die heilige tekst kunnen lezen. En die levert hij ze. Zelfs ook de boeken, de profetische boeken bijvoorbeeld, die duister zijn, voor middeleeuwse begrippen, die bijbelboeken. Maar ook die vertaalt hij tegen skepsis van ordegenoten in. Ja. En die lezers, dat weten we, want die noemt hij bij naam en toenaam, die zitten in de stad. En dat is bij mij ook een belangrijke factor, dat juist in die steden, in die 14e eeuwse steden, er heel veel belangstelling opkomt om van mensen die wijzer willen worden, ook al hebben ze dan niet gestudeerd. En dat is een enorme belangrijke factor achter de literaire vernieuwing geweest, die stedelijke interesse. En denk ik überhaupt een hele belangrijke en interessante factor voor sociale vernieuwing geweest. Ik bedoel, ik ben over dit soort dingen natuurlijk onpartijdig. En de aristocratie en de geestelijkheid en de burgerijzen zijn me allemaal even lief. Mm-hmm. Maar als je er zo op een grote afstand naar kijkt, dan zie je toch, ik kan het niet anders zien, dat vooral vanuit die steden en inderdaad ook vanuit de wereld van economie en handel toch misschien wel de sterkste vernieuwingsbewegingen uitgaan. Ja.
Oké, en de steden die dan de revue passeren. Kijk, als leek begin je te lezen en het eerste wat mij opviel. Wat een hoop Vlaamse steden, daar gebeurde het allemaal. Ja. Binnenhof komt natuurlijk wel uitgebreid ter sprake, dat was er toen ook al. Maar ja, Brussel, Ypres en natuurlijk Brugge. Gent, Brugge. Jij moet me maar niet in Vlaanderen interviewen hoor, want dan zeggen ze, heb je weer zo'n arrogante Hollander die dacht dat het allemaal in Nederland... Nee, inderdaad. Hè, wij hebben onze Gouden Eeuw, maar dat is de 17e eeuw. In Vlaanderen zijn de middeleeuwen de Gouden Eeuw. Ja. En dat is ook zo. Ga naar Gent, ga naar Brugge en naar Ypres als het niet kapot gebombardeerd was. Hmm. Daar zie je natuurlijk de middeleeuwse pracht. Vlaanderen stond op een zeer hoog pijl, Europees voorlijk, ook door die sterke verstedelijking. Die ze eigenlijk alleen maar gemeen had met Italië. Dat zijn de twee voorhoede gebieden in de middeleeuwen. Ja. Dus die Vlaamse steden die zijn bij mij zeer aanwezig. Ja, dit is Brugge. Wat natuurlijk, kijk, als je nu naar Brugge gaat, het is schitterend. Moet je elke dag doen als je de kans krijgt. Maar het is een beetje een openluchtmuseum natuurlijk, Brugge. Je bent daar toerist tussen de toeristen. Maar dat komt omdat het zwin, nou ja, de meeste mensen zullen het weten, dat is inmiddels, of dat is in de 17e eeuw, verzand. En daardoor is Brugge stil komen te staan en droog komen te liggen bijna letterlijk. Het stond niet meer in open verbinding met de zee. De tijd waar ik het over heb, is dat zwin nog de toegang tot de wereldhaven die Brugge was. En was Brugge tegelijkertijd ook de meest internationale stad van de Lage Landen, waar schepen uit alle windstreken dag in dag uit binnenliepen. En een geweldig verkeer van handel, van goederen en diensten was. Een hele cosmopolitische stad. Ja. En ook een hele creatieve stad. Want wat was daar dan de invloed van op het schrijven? Nou, dan kom je op een punt wat ik ook in het boek aanroer. Ik ben er zelf van overtuigd, maar ik geef toe, dat is ook wel een beetje een ideologisch stokpaardje misschien van mij, dat die werelden van cultuur en economie, hè, die vandaag de dag zo vaak uit elkaar worden getrokken, van je hebt economie en daar moet het natuurlijk goed mee gaan, want als we niet geld verdienen en ook bij voorkeur steeds meer geld verdienen, dan zal de hele boel instorten. En dan heb je de cultuursector. Tja, wat moeten we daar eigenlijk mee? Daar wordt alleen maar geld opgemaakt. Ja. Hè? Subsidieslurpers, waar is dat voor nodig? Waarom is dat geen markt? Zoals de gloeilampenhandel. Dus tegenover elkaar. Ik ben er echt van overtuigd, ook voor deze tijd. Maar goed, maar voor het verleden heb ik mooie voorbeelden aan mijn kant in ieder geval. Dat die twee sferen juist veel meer met elkaar vervlochten zijn. En ik vind dat ook niet zo vreemd, omdat volgens mij zowel de commercie als de cultuur komen voort uiteindelijk uit creativiteit. Ja. Je hebt creatieve mensen nodig. Ja. En die kunnen het paard van Troje gaan vullen met muziek. Maar die kunnen ook een gat in de markt ontdekken om daar handel te drijven. Dat is niet zo tegenstrijdig. Ja, want iemand uit deze tijd, Richard Florida, met The Rise of the Creative Class, die beschreef precies, al inderdaad... Precies, helemaal dat standpunt. Zelfs statistisch. Ja. Als je ziet dat de economie groeit, dan heb je een grote creatieve klasse in die stad. En daarom willen mensen ook graag naar steden, want het is juist in steden waar je die creatieve klasse ook aantreft natuurlijk. Waar je een concentratie hebt van mensen. En dat heeft ook iets heel geks, maar cultuurhistorisch gezien natuurlijk heel erg interessant. De stad biedt fysiek minder ruimte. We kruipen allemaal tegen elkaar aan en je hebt in zekere zin ook last van elkaar. Ja. Maar dus diezelfde stad en die formule die biedt ook meer vrijheid. Ja. Mensen kunnen veel meer proberen en zichzelf ontplooien en er zijn veel meer kansen. Ja. En vandaar dat vandaag de dag natuurlijk nog in Azië een enorme trek naar de stad is. Ga in Thailand kijken. Maar dat zie je al in die middeleeuwen. En Brugge is een vroeg voorbeeld van een creatieve stad. Ja. Ja. En in dat opzicht is het dus volgens mij geen toeval dat daar dat Regidiuslied gemaakt wordt. Want dan zijn we dus bij het Goethe handschrift. Goethe handschrift, ja, precies. Handschrift. Ja. Vertel. Ja, nou ja, het Goethe handschrift, dat is dan ook weer zo'n boek. We hebben een plaatje achter de hand, denk ik. Ja, precies. En daar rechtsonder, daar begint het Egidiuslied. Voor de mensen met goede ogen, eerste regel onder die notenbalk. Daar staat Egidius, waar best u bleven. Nou ja, lang na die gezelle mien. Zo ongeveer het meest gebloemlezende gedicht uit de Nederlandse poëzie. Schitterende, ontroerende klacht van iemand die een gestorven vriend, zijn gestorven vriend Egidius, zo vreselijk mist en hoopt natuurlijk na dit leven terug te zien in de hemel. Ik kan er een hele hoop omheen vertellen en dat is niet irrelevant en ook niet oninteressant denk ik per se. Maar het hoeft niet. Je kan het ook gewoon lezen zoals je moderne poëzie leest. Gewoon als gedicht.
en erdoor geraakt worden, omdat het op een hele bijzondere manier iets doet. En ook dat is eigenlijk weer voor het eerst wat eigenlijk alle moderne poëzie doet, namelijk aan de ene kant je confronteren met iets heel persoonlijks, iets heel intiems, iets heel authentieks, wat dus eigenlijk niet jouw gevoel was, want jij hebt dat gedicht niet geschreven. Maar het raakt je toch, omdat het herkenbaar is, A, als iets authentieks en oprechts in goede poëzie, maar ook omdat het iets universeels uitdrukt. Ja. En dat is hier natuurlijk ook. We hebben allemaal dierbaren verloren die je eigenlijk best eens terug zou willen zien in dit leven of hierna of waar dan ook, en die je mist. Ook al heette die dan geen Egidius. Ja. En dat is dan toch de betovering van echte poëzie. Hier zitten we natuurlijk bij de echte literatuur. Ja. Nou, alhoewel, dit handschrift, dat was eigenlijk een verzameling ook weer van ja, alles en nog wat. Ja. En ook verschillende auteurs die op verschillende momenten weer dingen. Ja, maar een klein groepje in dit geval. Ja. Dus inderdaad, dat boek waar het in zit, en er zitten nog 200 Middel-Nederlandse teksten in, die vrijwel allemaal alleen maar in dit ene handschrift voorkomen. Dus dat is ook wel typisch de middeleeuwen. Als je één boek weghaalt of één boek erbij vindt, dames en heren, blijf zoeken, dan kan dat vak compleet op zijn kop zetten, bij wijze van spreken. Dat is wel spannend er ook aan. Nou goed, dit handschrift is dan gelukkig bewaard gebleven. Dat is in Brugge geschreven, omstreeks 1400. Is daar ook 600 jaar lang veilig behoed, in particulier bezit. Alleen ja, in 2007 heeft de baron die eigenaar was het verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek hier in Den Haag. Oh. Dat vinden ze in Vlaanderen niet heel erg leuk. Nee. Hè? Want ze zien het echt als hun erfgoed. En ja, dat is het ook wel een beetje, kan je niet ontkennen. Maar goed, die man had natuurlijk het recht om het te verkopen aan de beste partij. En het gerucht gaat in Vlaanderen, dus ze nemen het niet alleen ons kwalijk. Dat hij het in eerste instantie aan heel voor de hand liggende grote Vlaamse bibliotheken heeft aangeboden. Maar dat hij niet een bedrag wilde neerleggen wat ook maar in de buurt was bij zijn wensen. En toen is het hier gegaan. En hier wordt er heel goed voor gezorgd en er worden goede dingen mee gedaan. Dus wat dat betreft moeten we er toch blij mee zijn. Nou ja, want over zo'n lange periode moet er steeds weer iemand zijn die de tekst onder zijn hoede neemt. En in de tijd is er natuurlijk van alles gebeurt, oorlogen, overstromingen, en dan gaan we weer een hoop boeken. En dat geldt natuurlijk voor ieder wetenschappelijk veld. Klinkt heel flauw, je weet niet wat je niet weet. Maar je kunt wel een inschatting maken van de blinde vlekken natuurlijk. Want wat zullen we zeggen, enkele tientallen, enkele honderden originele bronnen heb je uiteindelijk over die periode. Maar wat missen we? Waar zou je zeggen van, nou ja, waarschijnlijk zijn we in de tijd vooral dat en dat kwijtgeraakt. Of wat daar zitten onze blinde vlekken. Nou, naar verhouding zijn we het meeste kwijtgeraakt in de hoek van het frivole, het perifere, het marginale. Kijk, zo'n bijbelvertaling, als we net bespraken, dat was natuurlijk al vanaf meet af aan was dat toch een heilige tekst. Hè? En het is niet zo verbazingwekkend dat die dan relatief goed bewaard is gebleven. Dat is altijd met eerbied omringd geweest in die kloosters waar die teksten thuis hoorden. Ja. Maar dat mensen liederen gingen opschrijven. Nou, waarom zou je ze überhaupt opschrijven? Ja. Zelfs ook nog vandaag de dag natuurlijk. Ik bedoel, een lied functioneert niet omdat het opgeschreven wordt, maar omdat het gezongen wordt. Ja. Dus het begint er al mee dat heel veel van liederen niet eens zijn opgeschreven. En als ze dan al werden opgeschreven, ja, waarom zou je dat nou gaan bewaren voor het nageslacht? Hè? Ja. In dat opzicht is het eerder een geluk dat we het Egidiuslied wel hebben, dan ongetwijfeld honderden, zo niet duizenden, Middel-Nederlandse liederen die weg zijn. Ja. En dat geeft mijn vak ook wel een bepaald soort spanning. Dat je eigenlijk altijd, en dat geldt trouwens voor heel veel geschiedwetenschap en zeker voor die vroege tijd, altijd een beetje een soort spel aan het spelen bent tussen wat er is en wat je eigenlijk zou willen hebben. Weet je? Ja. En ja, ik heb dat inmiddels zo, is voor mij zo tweede natuur geworden, dat ik bij wijze van spreken zou schrikken als alles er was. Ik vind juist leuk dat er ook veel weg is. Ja, stel je voor dat alles er was. Ook een beetje masochist zijn in dit vak. En dat biedt ook weer wat ruimte om zelf wat te fantaseren af en toe. Ja. Daar ben ik ook niet helemaal vies van. Maar zijn er ook bijvoorbeeld hele banale praktische redenen te noemen? Ik zeg maar wat, ze gingen toen over van perkament naar papier. En ze gingen over van die moeilijke gotische letters naar gewoon cursiefschrift. Je kan me voorstellen. Ja. Dus iets wat heel mooi is vormgegeven, dat wordt langer bewaard natuurlijk. Zeker, dus die mooie handschriften, we hebben er een paar gezien. Dus naar verhouding zal de bewaarpercentage in de luxe boeken wat beter zijn. Overigens, ja, er gaan natuurlijk wel 600-700 jaar overheen. Hè, dus ook in die tijd gaan er ook van de luxe boeken heel wat naar de knoppen. Ja. Dus er is heel veel weg. Ja. Er is heel veel weg.
Maar er is aan de andere kant ontzettend veel meer bewaard dan één mens kan overzien, hoor. Dus onderschat het niet. Ja. En er komt toch nog steeds weer meer bij. Ja, dat vond ik ook zo verrassend. Ja, daarom, ik zei, het was niet alleen maar een beetje een grapje, maar er worden steeds nieuwe dingen nog gevonden. Ja. Een collega van mij, diezelfde mevrouw Janssen Siebe trouwens, die maakte het mee dat een student aan haar tafel kwam en zei: u spreekt altijd zo mooi over die middeleeuwse teksten. Wij hebben thuis, was duidelijk iemand van een beetje gegoede familie, we hebben thuis nogal wat antiquiteiten. Ik zal toch eens voor u kijken. En die komt vervolgens met, daar heb ik ook een plaatje meegenomen, dat is die rol van die flagellanten. Dan zitten we meteen lekker in de 14e eeuw met de pest. Ja, dus dit is, vergeet even niet, het is een schitterende projectie, maar dit is onvoorstelbaar uitvergroot. Als je hem in het echt ziet, is die 8 centimeter breed. Dus dat is echt minuscuul. En als je hem uitrolt, 5 meter lang. Dus een rol, dit is niet een boek. Het is een perkamenten rol, wat dus inderdaad echt als een rolletje kan je dat bij je dragen. En dit is echt uit de 14e eeuw, heel erg zeldzaam, omdat het ook aansluit op iets heel beroemds uit die periode, namelijk de zogenaamde flagellanten. Dat was de beweging van mensen die toen de pest eenmaal hier huis ging houden in deze regio, oprecht dachten. En vanuit een bepaald kader is dat eigenlijk ook heel begrijpelijk dat ze dat dachten. Dat dit een straf van God was, die natuurlijk moest worden afgewend, want de ellende van de pest was afschuwelijk. En ze trokken dus deze flagellanten in groepen, 20, 30, 40 mensen, waarbij iedereen zich kon aansluiten door steden in het Rijnland en in Vlaanderen. En ook in Holland zijn ze geweest. Den Haag weet ik nou even niet zeker, maar in ieder geval wel Dordrecht en Leiden. Dus vast ook wel, hier was het natuurlijk nog niet echt zo'n stad. Nou, laat ik niet afdwalen. Maar die flagellanten dus. En die trokken dan een stad binnen, gingen naar het kerkplein. De kerk mochten ze niet in, maar hadden daar op het kerkplein toch een soort eigen ritueel. Waarin ze, ja, het is een beetje een scheve vergelijking, maar toch, ik moet er elke keer aan denken. Ik herinner me nog uit mijn jeugd zo'n beetje die Hare Krishna, weet je wel, die dan opeens aankwamen zitten. Waar je ook naar keek van wat een rare lui, met alle respect. Maar ja, het waren wel bevlogen mensen, laten we het dan maar zo zeggen. Nou goed, en die flagellanten die hadden daar een ritueel. En dat werkte er naartoe dat ze zich in het openbaar geeselden. En niet zo'n beetje ook, echt met hele nare leren striemen met spijkers eraan en zo. Dat ging er heftig aan toe om maar schuld te belijden in de hoop dat de pest zou overwaaien. Die flagellantenbeweging heeft niet lang geduurd, want die is na 2 jaar al verboden door de paus. Omdat er ook een soort antisemitische onderstroom in zat die de paus niet wenste. Maar goed, het was wel een fascinerend verschijnsel. Nou, in een aantal steden is het bekend. We weten dus van die liturgie, maar van die liturgie zelf was helemaal niks bewaard. Totdat daar die student van die collega van mij met die rol aan komt zetten. Ja. Dat is ook Europees uniek. Je hebt hem niet voor het Frans, niet voor het Duits, niet voor het Engels. Nee. Waar je wel flagellanten had. En daar wordt dat ritueel van die flagellanten heel precies beschreven. Dit is gewoon de tekst zoals de voorzanger, zal ik maar even zeggen, hem bij zich had. Een rol en daarvan voorlas van nu moeten we dit doen en nu moeten we dat doen. En dat culmineerde dan allemaal in ook een regeltje wat je makkelijk onthoudt. Namelijk het hoogtepunt van de dienst, zeg maar. Nu slaat u zeren door Christus ere. Geestel u nu heftig ter ere van Christus. Ja. Vreemde wereld. Ja, en toch zijn zij echt beeldbepalend geweest. Inderdaad, als je als leek het hebt over de middeleeuwen, dan zie je inderdaad de pest, de overstroming en inderdaad dat soort mensen die de ellende uitschreeuwen. Terwijl we het vooralsnog juist hebben gehad over de hele positieve kant. Ja. Hè? Dat er gewoon cultureel heel veel vernieuwing was. Hoe breng jij die twee samen? Nou ja, het is er allebei. Hè? Dit is ook inderdaad een miniatuur uit de tijd zelf van pestslachtoffers die voor wie graven worden gedolven. En dat was ook heftig. Er zijn 30 miljoen Europeanen omgekomen, hè, aan die epidemie. Dat bedoelde, daar hebben we helemaal geen voorstelling van. Wij vonden die SARS-epidemie al heel wat. Ja. Dat kinderspel hierbij vergeleken. Dus er is verschrikkelijk veel ellende. En een 100-jarige oorlog en een schisma in de kerk. En de hele 14e eeuw is een geteisterde eeuw. Het boek van Barbara Tuchman heeft dat heel zwaar aangezet. En tegelijkertijd, inderdaad, is er die creativiteit. En in de loop van mijn, en al die vernieuwing, en in de loop van mijn onderzoek, dat was helemaal niet aan het begin al zo, maar in de jaren dat ik hiermee bezig was, is me steeds meer gaan bezighouden die vraag, staan die twee dingen, die crisis en die creativiteit, nou volkomen los van elkaar? Moet je zeggen, nou ja, goed, er bestaat zoveel naast elkaar, maak er niet zo'n punt van. Of is er toch iets van een soort verband?
Ja. En ik geef toe, dat is ook wel een beetje beïnvloed door deze tijd. Want we hebben misschien allemaal, ik in ieder geval wel, de consultant wel eens horen zeggen, een crisis biedt ook kansen. En als je dat dan hoort, dan denk je, ja, doe me nog zo'n dooddoener. Maar als je nou even over je weerzin heen zet, zit er misschien toch wel wat in. Dat ja. juist ten tijde van grote crisis dingen gaan schuiven, gaan afbrokkelen. Er ruimte komt, ook bijna letterlijk fysiek ruimte komt, om nieuwe dingen te proberen. En dat mensen ook kansen krijgen die ze daarvoor in een wat starrer systeem, en de middeleeuwen was natuurlijk op zichzelf toch ook een vrij hiërarchisch strak georganiseerd systeem, kansen die ze toen helemaal niet kregen. Ja, want Tuckman die noemt het zelfs de distant mirror. Hè. Ze kijkt dan naar de middeleeuwen vanuit deze eeuw en zegt, ja, toen hadden we het zo rot gehad en daar kwamen we dus overheen, dus dat kunnen we nog een keertje doen. Ja, zij ziet het helemaal als een crisistijd. Ja. En dan inderdaad met typisch Amerikaanse optimisme. Als je dat land kent, dan herken je het. Ja. Amerikanen die kunnen niet geloven in mislukking. Dus altijd, zelfs als er ellende is, hè, yes we can, yes we can. Dat is daar de slagzin. Dat moet je in Nederland echt niet proberen. Ja, Balkenende heeft het even geprobeerd, hè. VOC-mentaliteit, toch? Weet je wel? Maar hij voelde toen al, dat zag je al, als een mimiek, dit gaat hem niet worden. Nee. En het is hem ook niet geworden in Nederland. Nee. Hè? Maar yes we can, daar kan je op gekozen worden in Amerika. Ja. En dat is inderdaad haar verhaal, Barbara Tuckman. Dus gruwelijke crisistijd, maar de mensheid is er wel doorheen gekomen. Want dat is ook de grootheid van de mensheid. Ja. Nou, ze heeft dat een beetje te zwaar aangezet. Want er was wel, die crisis is niet het hele verhaal. Er is ook die vernieuwing en die creativiteit. Maar ja, crisis was er ook. Ja. En ik denk dus uiteindelijk een beetje met Schumpeter, die heb ik geloof ik ook nog meegenomen, de econoom, die daar een hele theorie van heeft gemaakt, dat het begrip creatieve destructie, dat speelt bij hem een rol. En dat heb ik ook omhelst in dit boek. Dat vernieling en het verdwijnen van iets, hoe wreed dat soms ook is, toch ook weer de kiem in zich kan dragen van iets nieuws en zelfs iets beters. Ja. Hè? En daar geeft Schumpeter heel veel voorbeelden voor vanuit de economie. Nieuwe producten verdringen oude. Ik bedoel, wie hoor je nog over de rekenliniaal? Dat is gewoon weg. Ja, moeten we ook geen tranen omlaten. En ook de Polaroid-camera, om maar eens een voorbeeld. Ik zie daar geloof ik mensen die er nog mee zwaaien. Nee, dat kan. Dat geloof ik niet. Er is niemand die nog met een rekenliniaal werkt. Een Polaroid-camera, er schijnen nog wel jonge mensen een aardigheid in te hebben, maar dat is weg. Het is geen superieure technologie meer. He, dus Schumpeter zegt, dat hoort bij het kapitalisme, dat is sowieso het beste systeem. Producten moeten elkaar afbreken. En dat klinkt even wreed en als je aan die oude producten gehecht bent, doet dat pijn, maar het is goed. Ja. Ook enigszins vergelijkbaar, niet economisch voorbeeld, een najaarsstorm in een bos. Kan een enorme vernieling aanrichten en dat ziet er dan treurig uit. Daar word je echt niet vrolijk van als je al die afgeknapte bomen en takken kijkt. Maar, leert de biologie ons en de ecologie, daarna bloeit het vaak weer veel beter en harmonischer en diverser op. Dus er zit iets goeds in. Of, om een niet geringe filosoof, hè, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, dat idee. Misschien is die 14e eeuw daar toch ook wel een historisch voorbeeld van, denk ik. Van heel veel ellende, maar die ook het mogelijk maakte dat mensen iets nieuws durfden. Want één argument kon je in ieder geval niet gebruiken. Waarom zouden we veranderen, want het gaat toch allemaal prima? Nee, het ging helemaal niet prima. En dat kunnen we ons nu ook te harte nemen. Wie weet. Ja. Nou, en het was jammer dat zo iemand als Tuckman dan alle aandacht krijgt, omdat ze onder de medievisten toch wel enig steek heeft laten vallen. Ach ja. Maar het is fijn dat er mensen zijn zoals jij, die de bronnen wel meer gewogen naast elkaar leggen, want het is inderdaad een heel leerzaam boek geworden. En ik dacht, we doen het eens een keertje anders vanavond. We gaan hier gewoon zitten en ik ben benieuwd wat voor verhaal Frits hierover vertelt. Want u kent dat misschien wel, dat gevoel van als je een boek leest en je hebt iemand erover horen vertellen, dan komt het anders over. Dan beleef je het meer. Dus in die zin zou ik het misschien nog een keer moeten vertellen. Maar Frits, het is jouw avond. Wil je nog iets kwijt voordat we naar de pauze gaan? Iets? Ja, dat is zoveel, hè? Nou ja, goed. Kijk, wat je nu hoort vanavond en wat je leest, hopelijk, dat is het verhaal. Zoals ik
ja, zoals het hopelijk met enige verve wordt verteld. En dan word je in meegenomen. Het boek is ook bedoeld een beetje als een magical mystery tour. Door die 14e eeuw en die ervaring die jij nu ook had van God, dat er ook al is en zo. Ja, dat is ook de bedoeling dat ik dat bij de lezer loswerk. Ja. Maar dat is in zekere zin de voorkant van het gobelin, van het tapijt. De achterkant is natuurlijk, en we zitten hier in de context van NWO en wetenschap. In dat opzicht hou ik staande, en nou ja, ook dankzij mijn tijd bij de KNW weet ik ook wel iets van andere wetenschappen, is het niet wezenlijk iets anders dan wat de fysici doen of de dingen. In de zin van gewoon, ja, ook bloederig proberen een spoor te vinden in de materie, als ik het even zo mag noemen. En heeft dat boek dus ook wel een hele grote achterkant. Dat is niet om te zeggen van wat een heroïsche prestatie ik daarmee heb geleverd. Want ik heb gewoon fantastische werkomstandigheden. En dan kan je zoiets maken. Ja. Een boek als dit, heb ik ook geloof ik geschreven in de slotwoord of dankbetuiging. Dat kan eigenlijk alleen maar aan een universiteit of in een vergelijkbare omgeving geschreven worden. Wie heeft er nou 6 jaar de tijd? Ja. Om zoiets te maken. He, en ik ga er niet vals bescheiden over doen, maar die kant zit er wel aan. Zonder die omstandigheden had ik het niet kunnen doen. Ja. Je hebt er 6 jaar aan gewerkt. In het begin 4 dagen in de week. Aan het einde 6, 7 dagen in de week. Je hele leven ingestopt. Daarnaast ook een enorm kinderen team. Kinderen verwaarloosd. Ach ja, zijn ze er. Ja, en ook een hoop mensen gehad die je daarbij gesteund hebben. Ja. Die het boek hebben gelezen, herlezen, van commentaar hebben voorzien. Ook heel uitgebreid werk. Ze worden allemaal in de achterkant bedankt. En natuurlijk al die prachtige plaatjes daarbij verzameld. Nou, daar gaan we het straks na de pauze over hebben met Kim Ragetti. Die heeft heel veel van die illustraties verzameld. En hoe gaat dat nou eigenlijk in de praktijk? Want dit is het verhaal met allerlei personages waar u kunt inleven. Het is tot een consistent geheel gemaakt. Maar uiteindelijk begint het bij de onderzoekers die de bronnen verzamelen en waar het verhaal begint. Dus dat hebben we dan straks na de pauze. Over oude vormen niet afschaffen voordat de nieuwe vormen er zijn. Maar dat zien we vooral in het informatietijdperk. Tegenwoordig e-mailen we. Nou, we hebben vanavond handschriften. Heeft u kunnen vinden op uw stoel. Daar kunt u in mooie kalligraferende letters uw eigen epistels op kwijt. En die gaan we dan na de pauze met u behandelen. Maar eerst natuurlijk een hartelijk applaus voor Frits van Oostrom. Dankjewel. Dank je wel. Goed, goedenavond dames en heren. Welkom bij deel 2 van Spinoza te paard over wereld in woorden. In deel 1... gingen we terug naar de 14e eeuw en alle Nederlandstalige literatuur hebben we daar doorgenomen tot een mooi samenhangend verhaal. Maar hoe komen die wetenschappers daar nou aan? Wat blijft er nou over van die vroege periode aan geschreven teksten, plaatjes, al dat soort dingen? En de spreker van zo dadelijk, die heeft dus maar liefst 4 jaar lang voor Frits van Oostrom allemaal van die plaatjes uitgezocht, heel veel onderzoek gedaan in de archieven, de achteraan. Heel veel, echt honderden e-mails gestuurd naar al die archieven om die plaatjes te krijgen en uiteindelijk in dat boek te krijgen. Maar daarnaast is ze zelf ook aan het promoveren in de mediaeustiek. En dit keer gaan we naar het Mechelen van de 15e eeuw. En de hofcultuur die daar toen heerste. En het verhaal begint bij een kogelgat in een boek. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Kim Ragetti. Goedenavond. Als sidekick mag ik u vanavond iets vertellen over de praktijk van het cultuurhistorische onderzoek. Een onderdeel van deze praktijk is het jagen en verzamelen. Want zoals we eerder al hoorden, wordt het bronnenmateriaal ons niet op een presenteerblaadje aangereikt. Zo schrijft Frits in het eerste deel van zijn literatuurgeschiedenis van de middeleeuwen over de schaarsheid aan bronnen voor de allervroegste periode. Het oud-Nederlands reconstrueren aan de hand van enkele overblijfselen was in zijn ogen alsof je een perceel probeert te herbebossen met een stuk schors, een afgebroken tak en wat bijeengeharkte bladeren. Nou, gelukkig beschikt de medievist voor de latere eeuwen over meer materiaal dat ook vruchtbaarder is en gevarieerder. Zo wordt in het zojuist besproken boek niet alleen verwezen naar de prachthandschriften met poëzie en proza, maar ook naar brieven, registers en kasboeken. Nou, naar dit soort
bronnen wordt ook wel verwezen als administratieve bronnen. En dat heeft een onterecht suffe bijklank. Vanavond wil ik u de rijkdom van dit materiaal tonen aan de hand van enkele stukken uit het Stadsarchief in Mechelen. En daarbij zal de luisterrijke, maar soms ook ontluisterende geschiedenis van de stad en het archief aan bod komen. Mechelen kent een woelige vroege geschiedenis. Het behoorde bij Tourbeurt toe aan een andere vorst, waaronder de hertog van Brabant, de prinsbisschop van Luik en de Duitse keizer. Tot het in 1384 als heerlijkheid onder het gezag van de Bourgondische hertogen kwam, centraal gelegen in hun noordelijke territoria. Mechelen kenmerkte zich door standvastigheid en trouw en dit werd in 1490 beloond middels bovenstaande oorkonde, waarin de heerlijkheid werd verheven tot graafschap en de stad tevens een nieuwe wapenspreuk kreeg, namelijk in fide constans, oftewel in trouwe vast, nieuwe wapen onder te zien. Nou, dezelfde trouw en ook de centrale ligging van Mechelen deden de hertog Karel de Stoute in 1473 besluiten om zijn grote raad in Mechelen te vestigen. Deze grote raad zetelde in het schepenhuis, hier achter mij te zien. En dit schepenhuis wordt al in 1288 voor het eerst in de bronnen genoemd, waarmee het een van de oudste is die we kennen. Op enkele onderbrekingen na blijft de grote raad tot de Franse revolutie zetelen in Mechelen en daarmee is het het hoogste rechtscollege in de Nederlanden en dat maakt Mechelen de juridische hoofdstad van de Nederlanden. De Bourgondische hertogen komen er echter niet zo vaak. Het reizende hof verblijft eerder in Dijon, in Lille of in Gent. En maar dat verandert in 1477 als Karel de Stoute sterft en zijn invloedrijke weduwe, Margaretha van York, voor jullie links te zien met de feestmuts, besluit zich te vestigen in Mechelen en daarmee wordt Mechelen residentiestad. Haar stiefkleindochter, Margaretha van Oostenrijk, de dame in het rode jasje, treedt in haar voetsporen en zal als landvoogdes regeren over de Nederlanden tot haar dood in 1530. Nou, uit deze periode en ook uit latere perioden is een hoop materiaal overgeleverd in het archief. Dit betekent echter niet dat de geschiedenis als een soort van kant-en-klaar maaltijd voor ons opgepiept kan worden. Latere lotgevallen hebben vaak geleid tot verlies van stukken. Zo is er bijvoorbeeld in Amsterdam en Brussel bijna geen middeleeuws materiaal meer over, omdat het allemaal door branden verwoest is. We moeten het dus doen met de stukken die overgeleverd zijn. En die overgeleverde stukken moeten historicus eerst zien te lokaliseren. En daarmee begint het jagen en verzamelen met een zoektocht in de literatuur, in inventarissen en tegenwoordig natuurlijk ook op internet. Maar helaas zijn deze inventarissen lang niet altijd volledig en bevatten ze ook fouten. Zo is bijvoorbeeld achter mij een pak perkament te zien van het Hertogelijk Archief in Rijssel, wat nauwelijks geïnventariseerd is en dat krijg je dan op je tafel en daar mag je mee aan de slag. Nou, als de historicus eenmaal weet wat hij of zij wil gaan bekijken in het archief, is er soms nog het probleem van de geografische verspreiding. Zo is bijvoorbeeld het materiaal voor de Bourgondische geschiedenis niet alleen verspreid over Nederland, België en Frankrijk, maar liggen er ook stukken van belang in Londen, Wenen, Rome en zelfs in de Verenigde Staten. En als je dan eenmaal in het archief zit en je vraagt de stukken aan, dan zal vaak ook nog blijken dat dingen kwijt zijn of stuk zijn, of bijvoorbeeld door vochtschade of schimmelschade, zoals hier te zien met stukken uit Gouda en Gent, niet meer goed te lezen zijn. Verder kan het schrift nog voor problemen zorgen, ook al zei Frits dat iedereen het kan leren. Het blijft soms toch lastig, of de taal waarin het stuk gesteld is, kan ook lastig zijn. Nou, hier tegenover staat dat bijna elk archiefbezoek iets nuttigs oplevert. En dat ook alle archiefmedewerkers vaak erg kundig zijn en erg behulpzaam. Maar ook zij weten niet altijd precies wat waar te vinden is. En zij raden niet zelden bij de jacht een schot hagel aan. Gewoon zoveel mogelijk documenten uit het depot opvragen en dan kijken of je toevallig beet hebt. Dus hoewel er zoveel meer te vinden is dan alleen maar een stuk schors en wat afgebroken takken, blijft het toch sprokkelwerk. Nou, voor dit sprokkelvrouwtje houdt dat in de stadsrekeningen doorspitten op zoek naar verwijzingen over de Bourgondische hertoginnen. Mijn onderzoek houdt zich bezig met de invloed van deze hertoginnen op de dynamische relaties tussen stad en hof, tussen ongeveer 1430 en 1500. En ik zeg dynamische relaties omdat het Bourgondische Rijk, de hertogen, die streefden naar centralisatie van hun rijk, terwijl de rijke Vlaamse handelssteden het liefst autonoom wilden blijven. En dit leidde wel tot opstanden en tot rebellie. Maar tegelijkertijd was er ook samenwerking tussen stad en hof. En die vrouwen
aan het hof, de hertoginnen speelden een belangrijke rol in het creëren en het onderhouden en indien nodig ook het herstellen van deze onderlinge banden. En wat de stad eraan gelegen was om een goede relatie te onderhouden met deze vrouwen aan het hof, valt onder andere terug te lezen in de stadsrekeningen. Zo is onder meer in Gent, Brugge en Mechelen een bijna onafgebroken reeks stadsrekeningen beschikbaar vanaf het begin van de 14e eeuw. Dit maakt systematisch onderzoek mogelijk. En achter mij is een rekeningboek uit Gent te zien. En deze rekeningboeken die zijn altijd opgedeeld in twee delen. Een deel inkomsten en een deel uitgaven. Daar zijn de uitgaven voor mij het belangrijkste. En het deel uitgaven is weer opgedeeld in verschillende rubrieken. En dan zijn bijvoorbeeld de rubrieken met loon, rente of de kleding van bedienden voor mij niet zo relevant. Wat wel een heel belangrijk onderdeel is, dat zijn de boden van de stad. Daarin staat beschreven wie er van stadswegen op pad gezonden werd met brieven of met opdrachten. En als je geluk hebt, staat er ook bij waarom. Zo is achter mij bijvoorbeeld te lezen dat ene Lambrecht op pad wordt gestuurd niet alleen voor een dagvaart. Dat was een soort vergadering waarbij meerdere steden aanwezig waren. Maar ook om te informeren naar de toestand van de hertogin. En deze hertogin was op dat moment hoogzwanger. Dus het was belangrijk voor de stad om te weten hoe zij eraan toe was. Vaak staan er ook genoteerd wat de stad uitgaf aan vergaderingen. De leden van het stadsmagistraat reisden heel wat af om overleg te voeren, om gunsten af te smeken, om bestuurlijke brandjes te blussen. En al deze kosten staan genoteerd. Hoog bezoek werd in de stad altijd ontvangen met enorme hoeveelheden wijn. Dit staat genoteerd bij de wijnschenkingen. En ook andere giften, zoals bijvoorbeeld juwelen of geld, maar ook zilverwerk of zoiets als een grote vis, een grote steur, staat genoteerd bij de giften. Nou, die laatste type geschenken die worden natuurlijk alleen gegeven bij belangrijke gelegenheden, dus bijvoorbeeld bij een huwelijk of een inhuldiging. En achter mij zijn de wijnschenkingen te zien aan de hertog en de hertogin. En de bovenste post staat dat er 4 amen Rijnwijn wordt geschonken aan onze genadige heren van Bourgondië. Nou, 1 amen was ongeveer 150 liter. Dus de hertog die kreeg voor 1 bezoek al 600 liter. En daaronder staat dat zijn vrouw ook nog 3 amen kreeg. Dus bij elkaar kregen ze meer dan 1000 liter wijn voor 1 bezoek. Maar wees gerust, ze dronken het niet allemaal zelf op. En had ook lager alcoholpercentage dan nu. Maar ze verdeelden het onder mensen van de hofhouding. Ja, de meest opmerkelijke posten vind je toch in het onderdeel wat je zou kunnen noemen onvoorziene kosten. In Mechelen heet dat menige rande dingen. Daar staan bijvoorbeeld kosten genoteerd voor mensen die betaald worden als er sneeuw geruimd moest worden in de stad, als er een lastige otter was gevangen, als iemand een gek buiten de stadsmuren had weten te houden. En hier het voorbeeld op het scherm, 3 mannen die betaald worden omdat zij zochten en vonden, heel belangrijk, de papegaai van de hertogin, die was ontsnapt en weggevlogen. Nou, al dit soort kosten, of al deze administratie werd bijgehouden en de rekeningboeken werden afgeschreven in het eerder genoemde schepenhuis. Daar werden de meeste documenten ook bewaard. Maar er werden ook documenten bewaard in de Sint-Romboudstoren, in de Bijaard en in het Belfort en het Oude Stadhuis. In de 17e en 18e eeuw werd voor het eerst een klassement gemaakt van al deze documenten. Onder andere werden de oorkonden voor het eerst geclassificeerd. En dat vormde de grondlegging voor het huidige archief. Tijdens de Franse overheersing, dat is aan het eind van de 18e eeuw, wordt de archiefschat verwaarloosd en is ook een groot aantal waardevolle stukken verloren gegaan. Maar in 1897 krijgt het archief in zijn geheel voor het eerst een eigen onderkomen, wederom in het Schepenhuis. En we zien hier de archivaris van destijds afgebeeld, het is Victor Hermans, hij overleed in 1912. En hij is gezeten voor de charterkast, ook wel een keurenkast genoemd, een kast waarin oorkonden van de stad werden bewaard. We weten uit de stadsrekeningen dat deze kast op de foto in 1475 werd besteld door het stadsmagistraat en dat de kast 4 dubbele sloten had. Er waren dus in totaal 8 sleutels nodig om hem volledig te openen. En deze sleutels waren verdeeld over personen uit verschillende bestuurslagen, die dus in ieder geval in theorie allemaal moesten samenwerken om bij de belangrijkste documenten van de stad te komen. De kast is nog te zien in de Mechelse musea. In 1830 wordt België onafhankelijk van Nederland. Nederland bemoeilijkt de toegang tot de haven van Antwerpen en België moet daarom op zoek naar andere vervoerswegen. En zo wordt de eerste spoorlijn op het Europese vasteland aangelegd en die voerde van Mechelen naar Brussel. Deze spoorlijn wordt al snel uitgebreid in Noord-Zuidwest
in Noord-Zuid-richting en Oost-West-richting, waardoor Mechelen in het midden van een uitgebreid spoornetwerk komt te liggen. Nou, rond 1900 gaat de stad helemaal mee in de vaart der volkeren. De spoorlijn werpt zijn vruchten af en ook het laatste open riool in de stad, de Melaan, wordt gedicht. Dit kon alleen niet voorkomen dat de stad alsnog in een beerput van ellende terecht zou komen. Want Mechelen's gunstige ligging in het midden van een uitgebreid spoornetwerk dat inmiddels tot in Duitsland leidde, was ook de Duitsers niet ontgaan. In augustus 1914 marcheren de eerste troepen de stad binnen en gedurende 5 weken wordt de stad meerdere malen gebombardeerd. Bijna alle inwoners vluchten, het wordt een spookstad. En dan besluiten de Belgen zelf de binnenstad te bombarderen om de bezetter te verdrijven, waarbij nog meer schade wordt aangericht. Een complete stadsbrand kan ternauwernood worden voorkomen, maar de verwoesting is gigantisch. Alle gebouwen die door de Duitsers als onherstelbaar worden aangemerkt, worden direct onteigend en met de grond gelijkgemaakt. En zoals u ziet is ongeveer het enige gebouw dat in het puin nog overeind staat het Schepenhuis. Dus 1 torentje afgeschoten is later gerepareerd. En daar was destijds het archief gevestigd. Nou, de meeste stukken hebben dit overleefd, maar deze stadsrekeningen getuigen indringend van de beschietingen, zoals ook hier is te zien. Nou, het archief verhuist in zijn geheel in 1989 naar het noorden van de stad, naar de kazerne Dossin. Hier is het huidige depot te zien met alle stadsrekeningen. Normaal kom je daar niet als bezoeker, maar ze hebben mij een foto laten maken. Ze 14e, 15e, 16e eeuwse stadsrekeningen. En dit is het kazerne van buiten. En dat is het raam waarachter ik altijd zit te werken. En deze foto heb ik gemaakt afgelopen lente vanaf het dak van een nieuw museum, onlangs geopend. En dat museum is tevens een memoriaal en ook een documentatiecentrum over de Holocaust. En dat museum is niet voor niets tegenover deze kazerne gevestigd. Want op dezelfde plek waar nu het Mechelse archief de stadsgeschiedenis koestert, is ook de zwartste bladzijde uit haar geschiedenis geschreven. Wederom te wijten aan haar gunstige en o zo vervloekte centrale ligging, werd Mechelen het verzamelpunt voor de deportatie van Joden en Roma uit heel België en Noord-Frankrijk. De kazerne Dossin functioneerde, zoals hier te zien, als SS-sammellager. En vanuit dit verzamelkamp werden tussen 1942 en 1944 meer dan 25.000 mensen gedeporteerd. Minder dan 1 op de 20 zou levend terugkeren. Het museum biedt op deze plaats een blijvende herinnering aan de gruwelen die zich er hebben afgespeeld. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen dat de aanwezigheid van het archief de geschiedenis levend houdt. Want op dezelfde plek worden nu getuigen uit het verleden bewaard, maar ook onderzocht en beschreven. Dus laten we nu eens achter dat raam gaan kijken. Je ziet door het raam heen nog het dak van het nieuwe museum. En op mijn lessenaar ligt de stadsrekening van Mechelen uit 1477. Dit boek getuigt door de kogelgaten op indringende wijze van de Eerste Wereldoorlog. Maar de tekst verhaalt van een inhuldigingsfeest. Onder andere in ieder geval van een inhuldigingsfeest van de nieuwe hertogin Maria van Bourgondië. En als laatste onderdeel wil ik met u kijken naar een paar van de posten voor dit feest. Zo'n ontvangst van zo'n nieuwe hertogin werd altijd goed voorbereid en ook al lang van tevoren. Dus een van de eerste dingen die we zien is dat het stadsmagistraat samenkomt om te vergaderen over hoe ze de inkomst zullen inrichten. En dat doen ze onder genot van een grote maaltijd. En die staat natuurlijk aangetekend. Ook alle andere voorbereidingskosten en de kosten voor het feest zelf werden allemaal opgetekend door de rentmeester en de klerken van de stad. Vervolgens worden er een heleboel boden gezonden. Dit is een blad waarop er een paar voorbeelden te zien zijn. En die boden worden gezonden naar de hertogin om te informeren wanneer ze precies naar de stad toe zal komen. En ook worden er mannen betaald om haar per paard te begeleiden als zij de stad inkomt. Nou, bij zo'n gelegenheid werd de stad versierd met gekleurde doeken, met bloemen, met vaantjes. De straten werden gerepareerd en verlicht met fakkels en kaarsen. Er werd een podium gebouwd, er werden tribunes gebouwd. Muzikanten werden betaald om muziek te spelen. Alle klokken van alle kerken in de stad werden geluid. En de hertogin kreeg een cadeau. Een vergulde wijnkan met het stadswapen. En natuurlijk werden er ook honderden liters wijn aangerukt. Nou ja, dit staat allemaal beschreven op de pagina's achter mij. En bijvoorbeeld ook zoiets als de tapijthuur. Ik weet niet of het van een afstand te zien is.
hieronder, tapijthuur. En ook worden de twee mannen betaald om al het volk dat op de been is gebracht te reguleren. Nou ja, zo'n organisatie van zo'n groot feest ter ere van de vorst, het doet allemaal ook denken aan onze huidige koningsdagen, zelfs tot en met het wildplassen aan toe. Want deze bouwen wordt niet alleen betaald voor het schilderen van wapenschilden, maar ook voor het maken van 10 beelden. Nou, daar moeten we waarschijnlijk een soort van geschilderde tableaus bij voorstellen, die onderaan de bijaard werden geplaatst om te voorkomen dat mensen daar zouden gaan pissen. Nou ja, dit soort parallellen met onze eigen tijd, misschien of misschien ook juist wel de vulgaire details, die brengen de middeleeuwen wat dichterbij en maken de wereld van weleer wat tastbaarder. Ze zijn in deze korte presentatie met een helikopterblik over de geschiedenis van Mechelen gevlogen, maar ook met de loep het archief ingedoken. En ik hoop u iets te hebben laten zien van dat als je maar op jacht gaat en de snippers verzamelt, dat de puzzelstukjes dan vanzelf op hun plaats vallen. Dank. Nou, hartelijk dank, Kim Raghetli. Frits, kom er even bij, want we gaan de vragen doen. En het is wel leuk, uit dat soort hele banale bronnen als gewoon rekeningen kun je dan een heel beeld krijgen. In Frits' boek zie je bijvoorbeeld ook de rekeningen van... kom even hier staan. Zie je bijvoorbeeld ook de rekening van het Binnenhof en wat ze daar dan in 3 dagen er doorheen jagen in een feest. Daar hebben we nu discussies over zelfverrijking in de top. Nou, toen konden ze er ook wat van. Hè? Dat ging er ook weer doorheen in 3 dagen, iets van... Nou, echt tientallen ossen. Nou ja, ik weet niet, per man een stuk of 12 snoeken en 30, 40 eieren. Ja. Enorm geschranst. Ja, ja. Ja, dus het hof, dat was een geweldige... Ja, er was natuurlijk in het algemeen heel veel schaarste in de middeleeuwen. En des te pijnlijker, maar voor ons ook wel amusanter, is die enorme overdaad hier aan het Binnenhof. Ja, daar konden we wel wat van. Goed, over naar de vragen. En hier hebben we een vraag van iemand. Die heeft vooral iets met 17e eeuwse componisten. Want die schreven vaak dingen in opdracht van de aristocratie. Mirko van der Maat. Zie je dat? Ja, ik kom er even bij. Hey Mirko, welkom. Ja, die draait steeds dingetjes die iets met woorden en boeken te maken hebben. Je hoort het begin van zo'n liedje, maar de rest komt er dan bij. Jij hebt iets met 17e eeuwse componisten, lees ik. Want die deden dan dingen, of tenminste, je trekt een soort vergelijking. Ja. Die deden dingen in opdracht van de aristocratie. Een soort mecenaat. Jouw vraag is nou aan Frits, waarschijnlijk ook Kim. Werden die boeken nou ook vaak in opdracht geschreven van aristocraten of misschien ook anderen? Klopt dat? Ja, precies. Zoals componisten die... Die werden dan betaald door aristocratie om daarmee te pronken. Werden boeken bijvoorbeeld ook in de 14e eeuw door aristocraten dan schrijven over een bepaald boek of over een bepaald onderwerp. En dat ze daarmee konden pronken. Ja. Dat ene boek dat in het paleis of in het landhuis stond, ze daar dan mee konden pronken. Ja, daar zijn hele mooie voorbeelden van. En met name ook boeken inderdaad, dus exemplaren. Bijvoorbeeld, ik heb daar nou geen plaatjes van bij me, maar ze zijn er wel. De boeken die zijn gemaakt voor het Hollands-Beierse Hof, waar we straks mee afsluiten. Dus laten we zeggen, het Binnenhof hier vlakbij, rond 1400. Eigenlijk alle boeken uit dat milieu, daar zijn er nogal wat van bewaard. Die kenmerken zich ook door een buitengewone prachtlievendheid. Dus eigenlijk die, waar we het net even over hadden ten aanzien van die eetcultuur, een enorm vertoon eigenlijk... onnodig luxueus in sommige opzichten. Hè, want van dat eten moet ongetwijfeld ook heel veel ver weggegooid. Is toch, zo'n cultuur was dat. Van lelijk. Ja, nee. Het is, zoals Huizinga mooi heeft gezegd, hè, de zucht naar schoner leven. Dus zo mooi mogelijk, zo mooi mogelijk. En dat zie je aan die handschriften wel terug. En dan zie je zelfs ook voorbeelden dat van bepaalde teksten... De exemplaren van het hof, die zijn helemaal prachtig uitgevoerd natuurlijk. En dan heb je van dezelfde tekst een exemplaar uit een wat eenvoudiger milieu. En dat is gewoon helemaal sober en zakelijk. Dus in dat opzicht is heel veel middeleeuwse kunst. En Kim heeft ook heel veel voorbeelden van ongetwijfeld. Miniatuur achter Oh ja, precies. Nou, hier zie je het. Dat is mooi gevonden, ja. Dus daar wordt aangeboden aan. Philips de Goede is het, hè, geloof ik. Dat is de vormgeving. Ik kan me voorstellen dat ze ook invloed hadden op de inhoud. Op de tekst, als je...
dus helemaal aan het begin van het proces zit. Dus bijvoorbeeld die Hollandsbergse graven, die geven ook opdracht om een geschiedenis te schrijven. Een nieuwe geschiedenis van Holland. Hè? En dat zou je niet verbazen, dat kun je wel aan die tekst merken. Daar zijn de Hollanders, dat is een erg oude dynastie, een erg dappere dynastie. En die zijn ook de hele tijd bezig om die vermaledijde Friese mores te leren. Hè? Want dat is de vete die hier speelt. En dan worden die Friese heidens volk weggezet en zeg maar gerust gedemoniseerd. Mm. En dat is helemaal het perspectief van die vorsten. En dan moet je dus aannemen dat de schrijver verdraaid goed wist wie die daar een plezier mee deed. Ja. Gingen ze die dan ook zoals componisten deden voordragen? Zijn er ook voorbeelden van? Ja, daar weten we concreet, want ja, goed 17e eeuw, 18e eeuw is natuurlijk beter gedocumenteerd in dat opzicht. Hè. Maar dat moet je hier toch wel aannemen, ja. Dat deze kroniekschrijvers begonnen met het grote werk voor te lezen. Vaak in hele kleine kringen waarschijnlijk. Maar waar dan de stemming er goed in kwam te zitten. En ze echt weer zin kregen om tegen die Friezen ten strijde te trekken. Zoals ze ook bij herhaling gedaan hebben. Ja want bij wel voor soort bronnen? Want je zegt nu geschiedenisbronnen, maar ook andere soort bronnen die vertekening van de macht kregen. Je moet Kim maar eens vragen. Ja. Zijn beelden de kunst is er volop. Ja. Ja. Nou ja, we weten bijvoorbeeld uit de inventarissen ook van wat mee ging met het reizende hof, dat ook behalve de tapijten die we al zagen en natuurlijk zilverwerk en juwelen, dat er ook boeken mee gingen. En die boeken werden dus ook getoond in een kring waar de hofhouding ook bij zat. Dus dat was inderdaad ook een statusobject. Dan moeten we ook wel onthouden dat vooral die vrouwen hadden vaak religieuze boeken en vaak wordt daar dan ook op gefocust in de literatuur. Maar die beleving van die religie was ook oprecht. Dus het was wel een statussymbool en het waren prachtobjecten. Maar het was ook wel echte devotie. Dus dat kon gewoon samengaan. Okay. Ja. Is die vraag zo beantwoord? Ja. Nou, hartelijk dank, Mirko. Maar eigenlijk gebeurde ook het omgekeerde, toch? Want je had daarvoor natuurlijk, dan moest je in opdracht van de aristocratie of van de kerk een bepaald verhaal schrijven. Dat is gewoon je werk, of letterlijk kopiëren. Mm-hmm. Terwijl je juist in de 14e eeuw ook mensen krijgt die zeggen van, ik schrijf vanuit de drang te schrijven. Schrijven om het schrijven. Ja, dat was juist bijzonder. Dat is mooi dat je het eruit haalt. Degene die dat heel duidelijk zegt is Jan van Boendalen. Dat is een belangrijke schrijver uit de 14e eeuw. Dat is de hoogste ambtenaar van de stad Antwerpen. Dus een belangrijke man in die steeds belangrijker wordende stad. En die schrijft een aantal geschriften die heel duidelijk overigens toch wel gericht zijn op het elite milieu van de stad waar hij zelf bij in dienst is. Dus hij schrijft zeg maar voor burgemeester en wethouders. Ook hij schrijft een geschiedenis van het gewest Brabant, waarin Antwerpen er ook weer goed uitkomt, dus helemaal in het spoor zoals we net zeiden. Dus wat dat betreft zou je hem ook wel een auteur in opdracht of in ieder geval in een hele duidelijke omgeving kunnen noemen. Niettemin zegt deze man ook zelf, de echte dichter, hij heeft een beschouwing gewijd over wat er eigenlijk nodig is om een echte dichter te zijn. En dan zegt hij, de echte dichter die zal ook schrijven als hij eenzaam in een bos zit en weet dat nooit iemand hem zal lezen. Dat is eigenlijk een heel modern, bijna romantisch ideaal. De echte kunstenaar doet het toch helemaal uit zichzelf. En niet, zoals hij zegt, zoals sommigen doen, om bekend te worden, om een liefje in te palmen, om rijk te worden. Nou kijk, dat is dan weer zo'n moment dat je denkt, er is ook niks veranderd. Want het zijn nog altijd de voornaamste redenen om te schrijven. Denk ik wel eens. Ja, maar ook de autonome kunstenaar. Ja, absoluut. Laar hadden we toen ook. Goed. Lisbeth, de achternaam kan ik niet helemaal lezen, maar die vraagt, wat bedoelde u met de achterkant van het geschreven boek onderzoek? Waar was u nou op zoek? Lisbeth, kom er even bij. Just walk on out the door. Hoi Lisbeth. Hallo. Welkom. Ik snap je vraag helemaal niet. Wat bedoelt u met de achterkant? Dat heb je ergens vandaan. Nee, dat was het sluitstuk van het eerste deel. En daar sloten jullie mee af. En ik vond dat een intrigerend stuk. Dat ik dacht, van daar zit een heel verhaal achter. Ja. Maar toen sloten jullie. Ja. Kijk, dat was de cliffhanger. Hè? Ja. Frits, haal ons uit de spanning. Ja. Ik had het daar over de achterkant van mijn eigen boek. Hè? Dus inderdaad, dat beeld van dat gobelin, dat dringt zich steeds aan mij op. Van je staat gewoon en daar is het ook voor gemaakt. Als beschouwer, als lezer, voor zo'n wandtapijt. En dan denk je, gewoon mooi of
niet mooi voor mijn part, maar dat is die kant is gemaakt. Maar je weet ook bij zo'n Gobelin, als je de gelegenheid hebt om aan de achterkant te kijken, dan zie je daar natuurlijk een enorme wirwar van draadjes en ja, zoals het gemaakt is. Ja, nou, zo heeft mijn boek ook natuurlijk, zoals elk product en elk project heeft ook zijn achterkant. En dat is in mijn geval, en fijn dat ik dat nog even wat uitvoeriger mag vertellen, inderdaad. Van het boek zijn 5 versies heb ik gemaakt in die loop van die 6 jaren. 5 versies overigens die zeer verschillend zijn. Die eerste versie, dat herinner ik me nog wel vrij goed, dat was eigenlijk alleen maar een soort verzameling wilde gedachten en associaties. En dat was een tekst, nou ik heb hem geloof ik nog wel ergens liggen, maar als ik die nu zou pakken, bij wijze van spreken, dat snap ik alleen nog maar zelf. Dat is ook alleen maar voor mezelf gemaakt. Dat is een soort halve codetaal. En waarschijnlijk zitten daar ook een hele stukje in die ik niet eens meer snap. Ik bedoel, ja. Zo'n allereerste begin, dat is ook nog helemaal geen boek. Dat is 15 bladzijden of zoiets, pak een beet. De tweede versie, de tweede fase, dat is eigenlijk waar Kim het ook over had. Dat is dat jagen en verzamelen. En dat is een heerlijke fase, tenminste, ja, vooral voor mannen denk ik heerlijk. Jagen en verzamelen en allemaal naar je hol slepen, al die vondsten. En dat dus mag dat ben doen. Ik eigenlijk alle onderdelen, en daar hoefde ik me ook nog niet te bekreunen om de schaal van het geheel. Daar vond ik gewoon alles interessant en dat is gewoon grote dossiers en mappen, die heb ik allemaal nog. Als je bij mij thuis in de studeerkamer kijkt, dan ligt dat nog op grote stapels, goed geordend. Want als ik het verkeerd wegleg, het is best veel materiaal, dan raak ik het echt kwijt. Dus dat moet je echt ook wel systematisch aanpakken. En dat leidt dan tot een, ja, wel een soort opzet van het boek. Zie je daar al wel in dagen. Maar als je dat zou uitdraaien compleet, is het misschien wel 1000 bladzijden of 1500 bladzijden. Dat is alleen maar heel veel materiaal. De derde fase heb ik mezelf gedwongen, want ja, dat moment moet dan toch komen. Dat je denkt, ja, het wordt wel een boek, maar geen 1500 bladzijden, maar eerder 500. Wat ook al best veel is natuurlijk. Dus dan moet je toch proberen om jezelf in acht te nemen en het een keer te gaan opschrijven. En die fase, wat ik toen gemaakt heb, dat lijkt al best een beetje op het boek zoals het er nu ligt. Toen is er iets heel belangrijks gebeurd. Toen heb ik aan 8 collega's, eigenlijk de beste kenners van deze materie in Nederland en Vlaanderen, gevraagd, wil je deze versie van het boek lezen? De zinnen zijn nog helemaal niet uitgeformuleerd. Let alsjeblieft niet, val niet over een woord. Daar gaat het nog helemaal niet om. Het gaat over de gang van de ideeën. En de theorietjes die ik heb en de veronderstellingen en zo. Jullie zijn kenners, dus je hoeft het niet helemaal uitgespeld te krijgen. Jullie kunnen beoordelen. Vind je het plausibel, publicabel, aanvechtbaar? Zie ik dingen over het hoofd? Dat soort dingen. Die 8 collega's, en dat is toch wel ook heel mooi van wetenschap. Hè? Dus dan zitten daar 8 mensen die hartstikke veel tijd steken in het lezen van dat dikke boek. Het is nog niet eens een boek van mij. En daar allemaal hun commentaar op leveren. Ze stoppen daar veel tijd en energie en denkwerk in. Alleen maar om mijn boek beter te maken. Hè? Dat is heel gul van ze. Mooi. Nou, maar daar heb ik dus ontzettend veel aan gehad, want dan krijg je 8 gecommentarieerde versies. Overigens heeft dat ook weer zijn problemen, want dan liggen daar dus 8 geannoteerde boeken. En dan moet jij beginnen aan versie 4. En op elke bladzijde heeft elke collega, of bijna elke collega, wel iets. Hè? Maar goed, ik heb er natuurlijk ontzettend veel aan gehad, want dit waren echt kenners. Ik ben voor veel fouten behoed. En dat heeft geleid tot een 4e versie, die dus, laten we zeggen, inhoudelijk helemaal in orde was. Laten we dat nou even aannemen. In de zin van publicabel, verdedigbaar, hè. Deugd wel, voldoende. En die heb ik uitgeformuleerd en die is toen nog naar een externe redacteur gegaan, Achie Langendijk. En daar heb ik eigenlijk het omgekeerde tegen gezegd. Neem nou maar aan dat het vak inhoudelijk allemaal deugt, want die collega's hebben naar gekeken, dat klopt echt wel. Maar is het helder wat ik schrijf? Is het boeiend, mag het zijn? Nee. Want ik probeer natuurlijk een lezer ook wel mee te nemen. Zijn die grapjes wel echt zo leuk? Of dacht ik dat alleen maar even? Gaan die beeldspraken, vliegen die niet uit de bocht? En dat leidt weer van haar tot een enorm commentaar, elke bladzijde. En dat heeft dan geleid tot de 5e versie. En die kun je nou bij de betere boekhandel enzovoort. Ja. Dat is de achterkant van het boek. Dat is het proces wat achter zo'n boek zit voordat het klaar is. Doe je zelf ook iets in de wetenschap trouwens? Nee hoor, ik ben kunstenaar. Oké. Okay. Nou ja, maar dan zullen we wel iets herkennen, denk ik. Want weet je, ik zeg het ook vaak tegen studenten. Want die denken toch soms in hun naïviteit. En dat is ook verder helemaal niet erg. Maar dat moet je ze wel even voorhouden. Het leest makkelijk.
En dus is dat ook even zo opgeschreven. Maar dat is echt niet waar. Het Engelse gezegde, dat is een zeer waar woord. Easy reading is damned hard writing. Mm. En dat heeft een kunstenaar natuurlijk ook. Ja. Ik bedoel, en ik trek dan altijd de vergelijking, want dat landt meteen goed bij studenten. Dat ik zeg, je zit naar een speelfilm te kijken. Dat is anderhalf uur. Ja. Maar daar zijn honderden mensen maandenlang voor in de weer geweest. Voor die anderhalf uur. Weet je, dat is niet om mezelf belangrijk te maken. Maar dat ze wel even beseffen. Ja, dit soort producten hebben wel een achterkant. Ja. Dan heb ik nog één vraag. Ja. Van die eerste rauwe versie. Dus even je schets eventjes. Ja. Van, daar wil ik naartoe. Is daar iets blijven liggen wat er nu niet uitgewerkt is? Oh ja, zeker wel. Komt een ander boek. Die andere duizend pagina's. Ja. Komt er een ander boek. Dat is nou weer een heel ander. Dit is mijn laatste boek van dit type, heb ik besloten. Oh. Ik ga niet nog een keer 6 jaar. Nee, dit is nou. Nee, ik ga een Engelstalig boek maken. Voor een internationaal. Ja. Nou, die 1000 pagina's die je geschrapt hebt, zet die online. Dan gaat Liesbeth er maar kunstwerk van maken. Ja. Dan is de achterkant altijd interessant. Ja. Okay. Goed, nou, dankjewel, Liesbeth. Heel mooi. Goed. Even kijken hoor. Henk Kruuts. Is bekend hoe de mensen toen leefden. Ik denk aan de contrasten en schilderijen van Jeroen Bos en zo. Henk, ben je daar eerst? Ja, Henk, kom er even bij. The long and winding road. Hi Henk, welkom. Ja, ik stelde me diezelfde vraag ook meteen. Van, kom even zo snel, kunnen mensen je ook zien. Hoe was dat nou werkelijk? Want het aantal plaatjes is natuurlijk bekend. Ja, en Hieronymus Bos, die kon er wat van. Dat was gewoon keiharde horror. Dat is dan een plaatje wat we dan nog hebben. En nog wat tekeningen. Maar van waar jouw vraag? Nou, in die tijd ontstaan de steden. En er staan, dat zijn dus een aparte cultuur volgens mij. En ik vraag me eigenlijk af, hè, we weten allemaal wel wat in de kloosters gebeurde en de boeren. Maar wat gebeurde er nou eigenlijk in de steden? Hoe leefden de mensen nou eigenlijk werkelijk? En waar kunnen we dat uit afleiden? Welke bronnen heb je daarvoor? Ja, daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Ja, nou, wel mooi dat je Jeroen Bos noemt. Want morgen ga ik op bezoek bij de illustere Onze Lieve Vrouwen Broederschap in 's-Hertogenbosch. Het genootschap dat bestaat sinds 1318. Je hoort het goed, dat bestaat al 700 jaar onafgebroken. Dat is van oorsprong dus de katholieke elite. En dat heeft zich verbreid. Jeroen Bos is een van hun beroemdste leden naast Willem van Oranje en onze huidige koning. Dus een heel bijzonder gezelschap. Maar goed, dat even naar aanleiding van Jeroen Bos. Een hele fascinerende figuur. Fascinerend. Maar goed, hoe dat leven in die steden ging, daar is wel goed historisch onderzoek naar gedaan. Om even onderin te beginnen, er waren heel veel armen. Heel veel armen. En echt paupers. En die, voor hun was leven voor het grootste deel overleven. Ik bedoel, en zelfs toen de pest er nog niet was. Overigens was een van de indrukwekkende dingen van de pest ook dat hij zonder aanzien des persoons toesloeg. Dus er werden heel veel armen uit het leven weggerukt, maar ook de koning van Spanje. Hè? Dat was wat dat betreft een democratische ziekte. Je kon opeens getroffen worden. Maar goed, die armen waren natuurlijk voor kleiner malheur waren ze wel veel kwetsbaarder. Dus er was ongelooflijk veel honger, veel ziekte. In dat opzicht overigens, we hebben het al een paar keer over de kerk gehad. Ja, daar kan je nou veel van zeggen, maar die middeleeuwse kerk, dat is wel de wereld waar ze de hospitalen stichten. Als je nu nog naar Brugge gaat, het Sint-Jans Hospitaal, nog steeds als hospitaal in gebruik. Hè, een 13e eeuws ziekenhuis, waar de behoeftigen en de armen, op bijna moeder Teresa-achtige wijze, ik trek het maar weer even naar deze tijd, verpleegd werden uit toch compassie. En er zit er ook heel veel barmhartigheid in die middeleeuwen, maar vanuit een grote ontreddering natuurlijk. Naarmate je hoger op de ladder klimt, zul je een welvarender leven aantreffen. En zelfs een heel comfortabel leven. En ik bedoel de mooiste burgermanshuizen in Gent en Brugge. Ja, die mensen die wisten echt van het leven te genieten. Die hadden personeel, die hadden tapijten aan de wand, schilderstukken aan de wand, grote vriendschapsmalen. En verder zijn er natuurlijk infrastructureel grote projecten. Bijvoorbeeld waterbeheersing, een thema wat ons ook in Nederland natuurlijk altijd aanspreekt. Maar de hele regulering van het water,
de waterstromen, bijvoorbeeld in bruggen waar je heel veel van die binnenwateren hebt, maar ook het zuiver houden van het water. Dat was een punt van grote aandacht van de stad. Overigens is dat water nooit van de kwaliteit geworden dat je het kon drinken natuurlijk. Vandaar dat ze de hele dag bier dronken. Oh. Ja, dacht al dat jij zou denken. Elk nadeel heeft een voordeel, ja. Ja, precies. Ja. Nee, maar wat mij opvalt in die schilderij is dat het of ze maken heel veel plezier... Ja. Of het is zo donker als de duivel komt. En, ja, dat is kunst. Nou, denk ik in dat opzicht... Oké, maar waar is eigenlijk het gemiddelde eigenlijk? Ja, ik denk dat je in dat opzicht moet erkennen dat inderdaad die schilderijen... Ja, die zullen toch wat dat betreft nooit realistisch zijn. Ook zo'n boerenbruiloft van Breugel. Ja, daar zit ook veel symboliek in natuurlijk. Dat zijn niet uit het leven gegrepen fotografieën, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus vandaar dat als je mij vraagt van hoe leefden ze nou echt, dan zou ik toch eerder naar het zeer arbeidsintensieve historische onderzoek op basis van archieven gaan kijken dan de schilderijen erbij pakken. Ja, wat even naar Kim. Norbert Elias die zei een keer van als je wil kijken hoe mensen zich werkelijk gedroegen vroeger, dan moet je kijken naar de verboden. Bijvoorbeeld in etikettenboeken, allerlei wetten, straffen. Dat als je daar leest, dat mag je niet doen, dan is dat blijkbaar iets wat ze doen. Nou, jij kwam dus inderdaad zo'n bron tegen van, u mag niet tegen de borden aanpiezen. Blijkbaar deden ze dat. Kwam je nog meer van dat soort verboden tegen, of etikettes waarvan je zegt van... Ja, dat zouden we vandaag de dag niet hoeven doen, want mensen doen dat gewoon niet. Heb je daar voorbeelden van? Nee, niet op die manier die jij bedoelt. Maar wat misschien nog wel leuk is om in te gaan op de vraag van de vraagster. Want u illustreert uw vraag met een schilder, met Hieronymus Bosch. Maar het is bijvoorbeeld om dat dagelijks leven goed voor ogen te krijgen, goed om je te realiseren dat er dus helemaal eigenlijk geen beelden waren voor de normale mensen, dus de paupers, zoals Frits zei. Er was de beeldenrijkdom die we vandaag hebben in kranten en iPhones en iPads en waar je maar komt. Dat hadden ze niet mee. Ja, dus eigenlijk alleen de beelden die je had, dat was in de kerk. Dus dat maakte ook meteen heel erg veel indruk op de mensen. Ja, en alleen de gegoede burgerij kon dus boeken veroorloven die versierd, die verlucht waren met platen. Dus dat zijn dingen, nou ja... Dat maakte het leven natuurlijk heel erg anders. Ja, mijn schilderij was dus eigenlijk per definitie niet realistisch, omdat het iets anders moest voorstellen. Er zijn wel wat van die etikettenboeken hoor, en daar heeft Elias ook mee gewerkt, met precies dat soort dingen, dus ook al wel uit de 14e eeuw. Bij Jan van Boendalen bijvoorbeeld komt het voor. Ja. Adviezen van, als u moet spugen tijdens het eten, doe dat dan achterom en niet over de tafel. Niet die neus snuiten en het laken, dat stond er ook allemaal vrij grove dingen, voor onze begrippen. Hè. Dus wat dat betreft waren de tafelmanieren iets wat, zelfs bij deze dus, toch elite, stedelijke elite, voor onze begrippen vrij onbeschaafd. Ja. Maar er is heel duidelijk de wens om wel beschaafd te zijn en te reguleren en er niet een vieze rommel van te maken. Ja. En ook bij diezelfde Boendalen, en dat is dan toch weer heel herkenbaar, die zegt ergens, ga nooit onaangekondigd bij een vriend op bezoek. Hè? Niet zomaar, dat is onbeleefd om daar zomaar binnen te vallen. Maar als een vriend bij u dat doet, heet hem dan van harte welkom. Ach, weet je? Ja, dat is heel sociaal. Wel, ja. Mooi toch? Ja, okay. Nou, dat was wel een goede manier toen. Ja. Goed, Henk, heb je iets meer van een beeld gekregen van het gedrag? Van het... Ja, oké. Ja, zeker wel. Dankjewel, Henk. Ja. Goed. Oh, dit is wel leuk. Iemand die het omkeert. Lodewijk Pessers, die zegt van cultuur en welvaart gaan hand in hand, dat zeg je dan. En dan als het dan slecht gaat, dan krijg je ineens veel meer culturele bedrijvigheid, om wat voor reden dan ook. Maar het kan ook andersom. Onder welke omstandigheden gedijt cultuur dan niet? Lodewijk, weer. Ja. Oh, Lodewijk, kom er even bij. Ja. Ik vind het ook wel een beetje een filosofische vraag van je. Hoe kom je hierop? Nou, ik vind het namelijk een interessante these dat maatschappelijk verval en culturele bloei hand in hand gaan. Maar ik vraag me tegelijkertijd af in hoeverre het een falsifieerbare these is. Vandaar de vraag. Ah, kijk, ik ben echt een natuurwetenschapper. Falsifieerbare these. Een heel intelligente vraag. Wellicht uit de natuurwetenschappen, maar misschien ook uit mijn vak. Zou zo maar kunnen. Wat ik overigens in de kern wilde beweren is juist dat de hoogst ontwikkelde samenlevingen, maar dat is dan meteen ook al een waardeoordeel, want welke zijn dat dan? Hmm. Maar ik zou zeggen, die kenmerken zich door tegelijkertijd hoge economische ontwikkeling
en hoge culturele. Hè. En het allerbeste voorbeeld, dat vinden we natuurlijk zeker als Nederlanders niet in de middeleeuwen, maar in de 17e eeuw. Mm. Dat bedoel, daar kan je ook nog allerlei onaardigs over zeggen. Dat is ook niet helemaal misplaatst. Maar feit is dat het een economisch hoogtij was, althans zeker in bepaalde decennia, en dat er formidabele culturele prestaties zijn geleverd. Nou, dat is eigenlijk mijn lievelingsvoorbeeld, als je wil. Maar inderdaad, ja, wanneer zakt cultuur in? Hè? Want dat is dan het lastigste. Wanneer de economie inzakt, dat laat zich nog wel vaststellen. Maar wanneer zakt de cultuur in? Ja. En waar meet je dat dan aan af? Cultureel dood tij. Productiviteit, diversiteit. Misschien zou ik dat dan toch eerder associëren en, met wat andere omstandigheden. Ik denk ook wel dat cultuur gedijt in vrijheid. Hmm. Het meeste, toch. Zodat landen die kunstenaars, of en dan neem ik dat breed, hè, het begrip kunstenaars, dan bedoel ik niet alleen maar de pure kunstenaars mee, maar laten we zeggen creatieve mensen, die vrijheid niet gunnen, ja, die knijpen echt iets af en dan, ja, dan zal je ook weinig vinden. Ja. En dan zijn er ook altijd weer, nog één ding, dan zijn er ook altijd weer de indrukwekkende tegenvoorbeelden. Solzhenitsyn zat in gevangenschap en er zijn überhaupt trouwens in gevangenschap absolute meesterwerken geschreven. Mensen die onder de meest horribele omstandigheden, ja, misschien zelfs wel om ook in leven te blijven, dan toch die stap naar die cultuur maken. Hè? Dus het is natuurlijk een heel geschakeerd beeld. Ik weet niet of je zelf een bepaalde periode of een bepaald land of zo op het oog had waarvan je dacht, ja, wat moeten we daar dan mee in deze these? Nee, juist niet. Dat was dus ook het falsifieerbare element in de vraag. Dat ik, enerzijds vond ik het erg interessant om te zien, zoals u ook beschreef, de 14e eeuw is natuurlijk een eeuw van maatschappelijke chaos, maatschappelijk verval, ook door de pest onder andere. En dan anderzijds, dan komt die cultuur toch weer tot bloei als een creatieve destructie. Wellicht. En op hetzelfde moment gaf u ook dat prachtige voorbeeld van Brugge dat economisch floreert. Ja. En daardoor ook die cultuur weer stimuleert en dan de vraag oproept. Ja. Wat zijn dan eigenlijk omstandigheden waarin de cultuur niet tot bloei kan komen? Nou ja, kijk, je ziet aan laat 14e eeuw Brugge dat. En dan is de pest daar, de pest in onze streken is in Brugge binnengekomen in 1348. Dat was dan ook het nadeel van een wereldhaven zijn. Want op een schip, waarschijnlijk uit Engeland, is die bacterie daar binnen gezeild, letterlijk. En binnen 3 weken moesten ze 3 extra kerkhoven aanleggen. Hè. Dus dat was echt wel een heel groot drama, hoor. Ja. Niettemin, en dus die pest die zou nog in golven blijven komen, die hele 14e eeuw door, gaat Brugge, niet alleen cultureel gesproken, maar ook zelfs economisch gesproken, in die tijd gaat het ze eigenlijk helemaal niet slecht. Omdat ze, ja, en ik heb er geloof ik zelfs nog ook tussen haakjes een zinsnede aan gewijd, misschien wel iets hadden van wat sommige mensen vandaag de dag zouden noemen de ware ondernemersgeest. Mm. Hè, die zelfs in de meest penibele omstandigheden, yes we can, zal zeggen. En als je dan bleef leven, dan kon je ook wel wat voor elkaar krijgen. Ja, natuurlijk ook tijden waarin je makkelijk maatschappelijk hoger op kon komen. Kansen die daarvoor niet bestonden. Ja. Voilà, daar eindig ik straks mee. Met precies een voorbeeld daarvan. Van iemand die in de verwarring eigenlijk steeds hoger op is gekomen. Ja, ja, die moeten er geweest zijn. Ja. Nou, Lodewijk, dank je wel. Ja. Dirk Potter, hè? Dirk Potter. Want maar nog even, want in aansluiting hierop, ik herinner me dat ik een keer ergens was waar Jeroen van der Veer, toen nog president van Shell, sprak. En die zei toen, en dat was ook weer zo'n beetje zo'n consultantswaarheid, maar toch ook wel heel interessant. Die zei, een echte ondernemer denkt bij elk probleem, dit is een kans. Ja. Weet je? Dus daar heb je weer dat denken. En ook toen dacht ik weer, tuurlijk. Hè, zo'n tegeltjeswaarheid, zo'n fortune cookie. Maar er zit toch wel wat in, denk ik. Of in ieder geval heb je van die mensen die een enorme veerkracht hebben. Oké, nou gelukkig. Knap, maar. Hoor. Ja. Tot slot wil ik eigenlijk nog even kijken. Wie heeft er ooit college gehad van Frits? Er zitten altijd wel een paar fans in de zaal. Ja, of niet fans. Ja. Nou, wat ik wel heel leuk vond. Kijk, we zitten hier natuurlijk in het Paard van Troje waar normaal popmuziek is. Maar wat bleek nou? De directeur die heeft vroeger nog les gehad van jou. Ja. Veel leuk om even erbij te halen. Jeroen van der Wild, dus kom er even bij. Toch nog heel goed terechtgekomen. Ja. Ja, applaus. Ja. Applaus voor de baas. Ja.
Fantastisch om directeur van het paard van Troje te zijn. Dat is mooi. Ja, ja. Ja. Dus, ja nee, leuk dat je er ook eens bij bent natuurlijk. Ik ben er wel vaker, maar... Ja, oké. Okay. Maar nu was er ook een soort linkje. Ja. En ik weet niet of het leuk vind of ik je erbij haal, maar ik had er eigenlijk een vraag aan jou. Want toen ik met Frits aan het voorbespreken was, en dan ga je al die middel-Nederlandse teksten, waar je dan gaandeweg dan steeds meer van begrijpt en je ook een soort van rijkheid krijgt. Toen zei Frits, ja, het lijkt me zo leuk als er weer wat woorden of zinnen of gedichten weer eens in bruik raken in deze tijd. En toen kwam hij zelf met het idee van misschien moeten we Kees van Kooten vragen of zoiets, maar we zitten hier in een pomptempel. Heb jij een idee hoe wij misschien middels muziek of muzikant of iets in de huidige Nederlandse cultuur het middel-Nederlands weer nieuw leven kunnen inblazen? Ja, dat is jammer dat ik dat niet heb kunnen voorbereiden, want ik heb daar iemand die alles van muziek weet. En dan had ik nu kunnen zeggen, Slauwehof is weer in schwung geraakt door Christina Branco met de Fado. Carmina Burana op een houseversie hebben we gehad. Maar het Egidiuslied, waarvan ik inderdaad de eerste vier zinnen nog kende, door de kraaien uit Den Haag. De kraaien, wie kent de kraaien? De kraaien, met de hit Ik vind je lekker. Vind je lekker. Ja, dat, ik moest meteen aan de jeugd van tegenwoordig denken. Die hebben een liedje over als het uit is met een meisje, maar dan gaan die stoere jongens in een blakka BMW toch naar de club en dan... En dan gaan ze huilen in de club. En dat was wel de relatie weer met het Egidiuslied. Dat ik denk, ja, dat kunnen zij zo doen. Dus het lijkt me heel goed om of Kernkoppen of de Haagse Bent de Kraaien het Egidiuslied te laten toonzetten. Nou, fantastisch. Lijkt me geweldig. Frits, ik verras hier een beetje. Ben je jou ook? Nee, maar ik vind het wel leuk dat jullie het spontaan hebben. Nou ja, weet je, bedoel... Ja, en dat zeg ik echt niet alleen maar voor de gelegenheid. Ik denk dat het enige verleden wat echt zin heeft, als ik dat zo mag zeggen, dat is een levend verleden. Ja. Dus dat is een verleden waar we nog iets mee kunnen en waar we iets mee doen. Ja. En dan hoeft dat ook vervolgens weer niet naar ieder smaak te zijn. Dat was het in zijn eigen tijd ook niet. Ik denk heus niet dat iedereen het Egidiuslied een meesterwerk vond. Misschien waren er ook wel mensen die zeiden, wat mot ik ermee? Mij die hele Egidius schelen. Maar laten we zeggen dat je er iets mee doet en dat je het herschept en hergebruikt. Daar sympathiseer ik altijd zeer mee, moet ik zeggen. Nou, wie weet wat hier nog eens uitkomt rollen. Ja, nou. Dankjewel, Jeroen van der Wild. Ja, ik zag zelf meteen een paar rappers voor me, weet je. Van dichter kom je kleine baten. Ja, oké. Nou, u heeft al een paar fragmenten gehoord van hoe dat nou klinkt, hè, dat middel-Nederlands. Hoe meer u het hoort, hoe meer u ervan begrijpt. Daar gaat Frits straks nog even een laatste stukje van doen. Niet voordat ik uw aandacht vraag voor natuurlijk de volgende Spinoza te paard. En die is pas 15 oktober, hè, want in de zomer zijn we altijd even weg. We hebben Ab Lagendijk, gaat over optiek hebben. En dat heet dan Kijken door het onzichtbare. Ook hartstikke leuk, kom dan weer en hebben we dus weer een heel nieuw seizoen. Nou, voordat we verder gaan met Frits natuurlijk even de mensen van het Paard van Troje bedanken. Van Quest, de DJ, de VJ, Rek Online die het allemaal online gaat zetten. Maar natuurlijk nog even een daverend applaus voor Kim Raketli. En we eindigen natuurlijk met Frits. Dank u wel. Kim, wil je mij dat nog even aangeven? Ja, we eindigen met deze man. De man links op het plaatje. En dat is hier bijna meer dan waar ook toepasselijk. Want dit is een echte Hagenaar. We hadden het erover dat heel vaak het boek Vlamingen opvoert. En Vlaamse steden is ook zo. Maar Holland spreekt ook zijn woordje mee. Laat ik maar zeggen. En dat is een van de slotgedeelten van het boek. Heb ik een hoofdstuk gemaakt over de literatuur. Het kwam net ook trouwens al even langs. En de cultuur hier aan het Binnenhof. Omstreeks 1400. Nou ja, het is niet precies het Binnenhof zoals het vandaag de dag is. Maar laten we zeggen, die ridderzaal en zo, dat was er natuurlijk toen ook al. Dat was al door Floris de Vijfde neergezet. En het Binnenhof vervulde ook toen nog de functie, of toen al de functie die het thans ook vervult, namelijk het centrum te zijn van het landsbestuur. Uiteraard niet van een democratisch gekozen parlement, maar van toen nog de graaf van Holland. Die daar woonde met zijn hofhouding. Ongeveer 200 tot 300 mensen. Eigenlijk op een schaal heel erg vergelijkbaar met vandaag. En de man die we hier links op het plaatje zien, die is daar zelfs geboren aan het Binnenhof, omdat zijn vader daar tot de ambtenaren van de graaf behoorde. En die man die heette Dirk Potter. En zijn vader was een lage klerk van de graaf van Holland, Albrecht
van Beieren was dat in die tijd. Een eenvoudige klerk, die graaf die had natuurlijk ook al een kleine bureaucratie om zich heen. Klerken die de oorkonden schreven, de rekeningen bijhielden. Nou ja, zoals we ze van Kim hebben gezien, zo mooi. Dat, ja, dat moest ook allemaal maar geschreven worden. Nou, daar was dan een soort secretariële staf voor. En die vader van Dirk Potter die was in die rangen een lage klerk. En, zoals het vaak was in de middeleeuwen natuurlijk, zo vader zo zoon, je ging in het vak door waar je vader ook al zat. En ook Dirk Potter is begonnen als eenvoudige klerk. Maar, en dat sluit aan op een thema dat al een paar keer langskwam, hij liet het niet daarbij. In de verschillende verwarringen die in die jaren ook aan het Binnenhof in Holland huishielden, heeft hij zijn eigen weg gezocht en gevonden en zijn kansen gegrepen waarachtig. En hij is steeds verder opgeklommen en geëindigd uiteindelijk als de allerhoogste ambtenaar aan het toenmalige hof. Laten we zeggen in moderne termen vandaag de dag bij ons hier de secretaris-generaal van Algemene Zaken. De allerbelangrijkste ambtenaar, de eerste adviseur van de premier. Destijds de graaf uiteraard. Nou, in die status, toen was hij al lang geen eenvoudige klerk meer, dat had hij ver achter zich gelaten, dat werd aan anderen overgelaten, was hij eigenlijk veel meer een soort diplomaat die namens de graaf werd uitgezonden op missies. In het graafschap uiteraard, om allerlei dingen te bespreken en te regelen. Maar ook ruim daarbuiten, hij is naar Parijs gestuurd door de graaf. Moet toch heel wat geweest zijn hoor, voor zo'n jongen die aan het Binnenhof geboren was. En eigenlijk alleen maar die vierkante kilometer, of wat is, dat was het niet eens, kende. En om dan in Parijs te komen, de grootste stad van de toenmalig bekende wereld. Even helemaal terzijde. Intussen had je in China steden van meer dan 1 miljoen mensen. Hè? Maar ja, dat wisten ze niet zo precies natuurlijk. Dus dat zijn totaal andere verhoudingen. Maar goed, hij was in Parijs geweest. En hij is ook in Londen geweest. En hoogtepunt in zijn diplomatieke loopbaan. Hij is door de graaf naar Rome gestuurd. Om, zoals hij zelf zegt in een van zijn geschriften, om enere gewerf in stilre list. Om iets voor elkaar te krijgen, te werven, te bedisselen, te beredderen in stilre list. In het diepste geheim en ook een beetje sneaky, zeg je geloof ik tegenwoordig. Wat dat was, dat heeft hij goed geheim weten te houden. Want nergens in Dirk Potters geschriften staat verder wat hij daar dan ging doen. Heeft hij dus inderdaad over gezwegen. In stilre list. En ook de Hollandse bronnen uit die tijd. We hebben ook uit die tijd nogal wat van die archiefstukken, zoals Kim ze heeft laten zien. Die zijn bewaard. Die liggen hier op het Rijksarchief, het Algemeen Rijksarchief. Ook in die bronnen staat helemaal niks over wat Dirk Potter in Rome is gaan doen. Er staat wel in dat hij er geweest is. En er staat ook in af en toe dat er brieven komen van Dirk Potter uit Rome over de zaak. Maar wat die zaak dan is, staat nergens. Dat was duidelijk in het diepste geheim inderdaad. Nou, dat is dus lang onopgehelderd gebleven. En toen, en dan zie je toch ook weer het mooie van onderzoek, soms wordt er wel eens iets opgelost. Toen kwam in mijn toen nog Leidse onderzoeksomgeving Sabrina Corbellini. Verscheen daar, die had in Bologna, fantastische universiteit, heel erg goed gestudeerd. Wilde graag onderzoek doen naar middeleeuwse literatuur, Nederlandse literatuur. En ik dacht, nou, dit is een geweldige kans, inderdaad. Want zij kende uiteraard vloeiend Italiaans. Wellicht staat het niet in de Hollandse bronnen, maar misschien wel in de Romeinse bronnen. Dat zou toch zomaar kunnen, dat hij daar geweest is. Want één ding is ook wel duidelijk. Als je natuurlijk door de graaf van Holland rond 1400 naar Rome wordt gestuurd, dan ga je naar de paus. Ik bedoel, er is geen enkele andere reden om daar iets te gaan bedisselen in stilre list. Dat is het pauselijk hof. Daar moet je duidelijk zijn. Dus de Vaticaanse archieven. Nou is dat nogal wat, die Vaticaanse archieven. Maar goed, dat is allemaal goed ontzoten. En zij had daar natuurlijk wel een goede entree en verdraaid. Ze is tevoorschijn gekomen met wel degelijk toch aanwijzingen. Die Hollandse bronnen die zwijgen over wat ging. Maar aan de pauselijke kant, waar het wat minder gevoelig lag, daar staat het gewoon vermeld. Dirk Potter is naar Rome gegaan om bij de paus dispensatie te krijgen voor het huwelijk van Jacoba van Beieren, dochter van graaf Albrecht, en Jan van Touraine. Die twee waren volle neef en nicht. Die mochten helemaal niet trouwen met elkaar volgens het kerkelijk recht. Maar als je natuurlijk van de paus dispensatie kreeg, ja, dan mocht het weer wel. En daar stuurde je dan een ambassadeur voor om dat te doen. Heeft hij voor elkaar gekregen. En toen hij daar zat, toen heeft hij ook nog andere dingen geregeld gekregen. Er is de tweede zoon van de graaf is door de paus in diezelfde tijd dat Potter daar zat, en daar had hij duidelijk de hand in, is benoemd tot bisschop van Luik.
een mooie positie en toch ook wel een diplomatiek succesje, want die jongen was op dat moment 17 jaar oud. En die meldde zich dus als bisschop in Luik. Wat ze er in Luik van vonden, dat vertelt het verhaal niet. Maar je had het niet altijd voor het uitzoeken natuurlijk. Als hij door de paus was benoemd, ja, dan was hij de nieuwe bisschop. Dus een handige operateur moet dat toch wel geweest zijn. En zittend in Rome heeft hij ook duidelijk het idee gekregen dat het ook wel heel erg deftig was om niet alleen ambtelijk en politiek en diplomatiek te opereren, maar ook een beetje letterkundig te schrijven. En dat is niet zo vreemd, want in die tijd zaten daar natuurlijk aan dat pauselijk hof, daar zat het al vol met humanisten die precies dat deden. En dat moet hij toch een beetje hebben afgekeken als cultureel ideaal. En daaraan danken we, en daar is dit het openingsplaatje van, zelfs de eerste Nederlandse vertaling uit het Italiaans. Kennelijk heeft Potter toch in die vrij korte tijd dat hij er zat, maar een paar maanden, voldoende Italiaans geleerd om dit geschrift te kunnen vertalen. En dat heet in het Italiaans Fiore di Virtù. En bij hem letterlijk vertaald Blomen der Deugden. En dat is een geschrift over deugden en ook over ondeugden. Die steeds als twee luiken worden gepresenteerd. Een deugd en de tegenoverliggende ondeugd. Dapperheid, lafheid, vrijgevigheid, hebzucht, kuisheid, wellust. Nou, zo gaat het dan een tijd door. En Potter vertaalt dat Italiaans tamelijk vrij. Dat is in de middeleeuwen ook wel gebruikelijk. Je hoeft dat niet heel letterlijk te vertalen, dus af en toe die. Maar er is één gedeelte, en nou kom ik echt ter zake, en gaan we hem zelf horen. Eén gedeelte waar hij het Italiaanse voorbeeld helemaal loslaat. En inderdaad zelf helemaal losgaat. Met kennelijk iets wat hem enorm hoog zit, ook al staat daar niks over zo in het Italiaans. En dat is in het hoofdstuk Edelheid. En dat is, als je Potters biografie kent, wel begrijpelijk, want ik vertelde al over zijn grote opgang in de ambtelijke rangen. Helemaal aan het eind daarvan is hij als dank voor alle diensten aan de graaf en aan de staat bewezen in de adelstand verheven. Weliswaar hele lage adelstand, maar toch een prachtige erkenning, een prachtig eerbewijs. Hij kreeg toen ook een hofstede, Terlo in Voorburg, waar hij kon gaan wonen. Dat was nou niet direct een paleis, maar toch wel, het had een ophaalbruggetje. En dat was kenmerkend voor chic leven, dat je een ophaalbruggetje had. Had helemaal geen echt, maar hè, chic. Dus dat, en vanaf dan noemt hij zich ook heel typerend niet meer alleen Dirk Potter, maar heet hij opeens Dirk Potter van der Loo. Dus met die dubbele naam, ja, oogt het allemaal toch buitengewoon veel deftiger opeens. Hij moet daar apentrots op zijn geweest, op deze positie. Maar, en we kennen Den Haag, dames en heren, de oude families, ja, die kijken natuurlijk toch een beetje neer op dat nieuwe geld. En het is allemaal niet echt chic. Als je Wassenaar, Bredero, Teilingen, Van Foreest heet, dat soort families, dan Potter van der Loo. Nee, dat telt niet echt mee. En dat voel je hier wel doorklinken in, en nou gaan we eindelijk voorlezen, Dirk Potter zijn eigen beschouwing over edelheid. En dit dus echt in het Middelnederlands zoals hij het opschreef. En ik denk zeer, alsof het gisteren geschreven is, bij wijze van spreken. Die luiden, zegt hij, heten wel edel, omdat ze van edele geslachten gekomen zien. Ook al zien ze onedel van nature en de van werken, des en zien ze niet aan. Dat doet er dan niet toe. Ach, het scheelt al te veel. Edel te wezen en de welgeboren. Het is die menige van edele ouderen geboren die een edel ader niet en heeft aanzien een lieve. En de is zo rechte onedel als hij wezen mag. Van ongenade, van oneerbaarheid, van gierigheid, van onschamelheid, van blodigheid, van onwetendheid, van onbekwaamheid, van vuile zeden, van kwade regimenten, van onkuisheid, van vuile onnutte woorden en de wreed, lelijk, onzinnig, vol verraderieën, moorddadig en de alre boosheid vol. Dat soort adel heb je dus volop. Hoe zal die mensen edel mogen heten die niet edel is in gene poente? Wie zal daarom edel heten omdat zijn ouders edel waren? Trouwen, het is wel menig wijsman geweest die kinder liet die niet wijs en waren. Menig schoonman die kinder liet die niet schoon en waren. Menig mannelijk held die kinder liet die zagen laf waren. Menig goedertierenman die kinder liet die wreed en de boos waren.
en de vele des Grieks, zodat die kinderen niet altijd haar ouder nature hadden, nog die deugd en dat voordeel die hoor ouders plagen te hebben. En hoe komt dan die edelheid meer te erven dan die deugd, of manheid, of schoonheid, of lelijkheid, of andere zaken die er geliek? Zonder twijfel, als men die waarheid spreken zal voor goden en voor die wereld, zo en is edelheid niet anders dan een ingeboren deugd. Het en mag niemand edel zien, dan bezien een edelen werken der deugden. En nu de uitsmijter. En de of, gesteld dat, een man van slechten ouderen waar, van eenvoudige ouders afkomstig was. En zal hij dan met edele daden niet mogen verdienen dat hij edel zie? Zonder twijfel, ja hij mag hem des beroemen dat hij het van hemzelven heeft en de niet van zienen ouderen. Zo. Oké, goed zo.